Mensenkinderen. Mensenkinderen. Ik wil eigenlijk een klein stukje voorlezen van Hafiz voordat we beginnen. En ik zal het in het Engels doen en probeer ik daarna het even te vertalen. And it goes like this. I am so glad. Start seeing everything as God, but keep it a secret. Become like a man who is awestruck and nourished, listening to a golden nightingale sing in the beautiful foreign language while God irresistibly nests upon its tongue. Hafiz, who can tell you in this world that when a dog runs up to you, wagging its ecstatic tail, you lean down and whisper in its ear, Beloved, I'm so glad you're happy to see me. Beloved, I'm so glad you have come. En zo voel ik het. Beloved, I am so happy to see you. I'm so happy you have come. En dat is het einde van het gesprek. Dus het gesprek gaat over, wat was de titel precies? Anne-Joke heeft een hele rare gewoonte. Iedere januari stuurt ze me een e-mail. En dan vraagt ze waar ik in september over ga praten. En dat is natuurlijk volkomen waanzinnig, want ik zelfs 10 minuten later. Zijn God en de Heilige Geest het eigenlijk en het ego, eigenlijk één en hetzelfde? Ja, dat zijn ze. Okay. Zijn er nog vragen? Oh, iets meer specifiek. Oké. Dat is een gedachte die ik ongeveer een jaar geleden had voor het eerst. Want als je de cursus... Wie kent hier de cursus? Kan ik even handen zien? Wie weet er niets van de cursus? Kan ik even handen zien? Nou, dan sta je ernaast. De cursus zegt vaak in vele plaatsen, er is alleen God. Er is alleen God. En in andere plaatsen heeft het ook over het ego, alsof het ego iets is wat jou kwaad wil doen. Nou, ik weet dat er hier een enorme hoop cursus en wonderen leraren zijn en studenten zijn. En cursus en wonderen leraren, die kunnen het allemaal iets anders zien. Iedere cursus leraar heeft een andere weer manier om te praten over ons werk, over dit werk. Maar voor mij begon het opeens heel duidelijk te worden dat als er alleen God is, dan heeft het ego een andere rol die ik altijd dacht. Ik dacht altijd dat het ego mij kwaad wil doen, dat het ego mij wil afscheiden, dat het ego mij alleen wil laten staan, het ego mij wil belemmeren om liefde te voelen of te ervaren. En toen begreep ik opeens, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Als er alleen God is, dan kan dat niet waar zijn. Dus dan moet het ego een andere rol hebben. En toen werd het ook duidelijk dat de regel van I choose the feelings I experience. Wat is dat in het Hollands? Ik kies de gevoelens die ik ervaar. Wie kiest dat? Wie is die ik die kiest? En wat is het doel van die gevoelens? Wat is het doel van de gevoelens die ik voel als er iets gebeurt? Dus als er iets gebeurt, wat het ook is, dan maak ik... Wie die ik is, daar moeten we dus even over praten. Dan maak ik een interpretatie. En die interpretatie, die geeft me dan het gevoel wat navenant is, maar wat er gebeurd is. En wat is het doel van dat gevoel? Nou, duidelijk, als het een gevoel is of een ervaring is van plezier, van liefde, van unlimited joy, dan hoeven we er niet over te praten. Maar als dat niet het geval is, dan is er een doel voor. En dus als er een doel is voor mijn gevoelens, let op het gevoel van irritatie. Hoeveel mensen zijn hier ooit geïrriteerd? Ik kan even een hand zien. Ik geloof dat ik vorig jaar ook gezegd heb dat irritatie is een Hollandse activiteit. Ja, dat is echt het meest geïrriteerde landje waar ik ooit geweest ben. Ik vind het heerlijk. Maar het heeft een doel. En alle gevoelens hebben een doel. En het mooie is, als ik leer om
te luisteren naar mijn gevoelens en ze leer ze te echt te ervaren, de diepte ervaren, dan kan ik er iets mee doen. Dan kan ik uitvinden wat het doel is en dan kan ik het gebruiken om terug te keren naar waar er geen gevoelens zijn. En dat is de waarheid, dat is God. Dus de gevoelens hebben maar één doel voor mij en dat is gewoon te zeggen, je gelooft weer wat. Want als je niks gelooft, dan zou je ook niks voelen. Bij wie is die ik? Dus het gaat altijd terug naar wie is die ik? Wie is die ik die dit voelt? Wie is die ik die denkt? Aan wie komt deze gedachte naar boven? Zoals Ramana Maharshi zo briljant onderwijst. Naar wie komt deze gedachte naar boven? Wie denkt dit? En die ik die het denkt, ben ik hier op deze planeet gekomen om te ontdoen. Met geduld, met liefde, met een zekere graad van discipline. Maar daar ben ik hier voor. Dus ik moet, althans voor mij, en ik spreek altijd alleen voor mij, en ik wil ook open te... Hi Jacqueline. Ik wou meteen zeggen dat wat ik nu zeg, misschien morgen niet meer waar. Dus ik wil gewoon aan me nu zeggen wat ik nu zeg, maar verder gewoon naar te gaan. En als het iets betekent morgen, dan is het leuk. Anders ga je wat anders doen weer. Maar voor mij gaat het erom continu to be aware. Om me bewust te zijn van wat ik voel. Om me bewust te zijn van wat ik denk. En daarom in ons programma met Choose Again hebben we een enorme nadruk op meditatie. Waarom is dat? Omdat meditatie geeft mij een gelegenheid, en meditatie is 24 uur per dag, geeft mij een gelegenheid om te kijken en te luisteren en me bewust te zijn van wie er nu denkt. Wie is die ik die denkt? En dat weet ik alleen maar door te kijken naar de gedachten. Nou, de ego, zoals we vroeger het ego zeiden, wil dat ik dat niet doe. Zo, het ego wil dus continu blijven praten, blijven verstorenissen op te gooien, zodat ik niet hoef te kijken wie ik echt ben. Dat dacht ik vroeger. Maar nu zie ik het niet meer zo. Nu zie ik dat die gedachten naar boven komen om echt te laten zien wie ik denk dat ik ben. Wie is er vandaag een beetje niet vol met blije liefde geweest? Kan ik even de hand zien? Alle handen vliegen naar boven. Dat zijn dus gelegenheden. Dat is een mogelijkheid voor mij om terug te keren naar de waarheid. En dus het ego kan alleen maar de rechterhand van de Heilige Geest zijn. Want anders heeft het geen zin. Dus het enige doel van de ego zou zijn om voor mij diep verdrietig te zijn of om boos te zijn en dan daar te laten, dan zou het geen zin hebben. En alles heeft zin. Alles heeft zin. Dus het is onmogelijk dat dat geen zin zou kunnen hebben. Dus als het zin heeft, wie heeft het die zin gegeven? Waar komt dat vandaan? En als ik dan begrijp en me herinner dat de enige zin die bestaat is de zin van God, dan moeten God en het ego hand in hand werken. Begrijp je dat? Maakt dat does that make sense at all? Problemen ermee? Nog niet? Komt wel. Hoop ik althans. Dus zodra ik me dat realiseer, dan hoef ik ook niet meer bang te zijn voor mijn gevoelens. Ik hoef ze niet nooit weg te drukken. Ik verwelkom ze. Zodra ik dus iets anders dan liefde voel, en dat gebeurt maar 23 uur en 55 minuten per dag, dan heb ik een reden om weer even werk te doen. En dat vind ik het heerlijk van ons leven. Het leven wat wij allemaal gekozen hebben samen, heeft één doel en één doel alleen. En dat is om terug te keren naar de waarheid. Om terug te keren naar wie ik in waarheid ben. En te laten gaan van wie ik denk dat ik ben. En te laten gaan van het krampachtig verdedigen van een identiteit. Het zich overgeven aan een geen identiteit, een non-identity. Ik weet niet, is dat een Hollands woord? Geen identiteit, als een eenheid. Met gewoon over laten gaan naar het doet er niet toe wie ik denk dat ik ben. Wie ik denk dat ik ben, krijgt me nooit ergens. Daar schiet ik nooit iets mee op. Wie ik denk dat ik ben, die houdt me vast waar ik al zo lang gewoond heb. En dat is in de eenzaamheid. Dat is alleen. Dat is met verdriet. Dat is met vrijwel chronische boosheid. En vrijwel chronische irriteit. Maar daar wil niemand wonen. Dat zeggen we althans.
Het mooie is vaak als iemand bij ons op een centrum komt of een workshop, dan vragen we: wat wil je? Wat is het enige wat je echt wil? En dan komen er allerlei leuke dingen uit. Ik wil een relatie, ik wil een nieuwe baan, ik wil meer geld, ik wil in een mooi land wonen, ik wil niet meer in de regen lopen, je noemt het maar, ik wil een hoop verschillende dingen. En al die dingen zijn verzonnen door mijn ego. Die zijn verzonnen door die oude identiteit die ik zo krampachtig heb verdedigd. Want het enige wat ik wil, is wat in het Engels heet the peace of God, de vrede van God. Als dat niet het enige is en het absoluut enige, zonder er iets aan toe te voegen, want meteen automatisch is, ik wil, I want the peace of God and I want my kids to be happy. That's not the peace of God. I want the peace of God and I want to be healthy. Ik wil gezond zijn. That's not the peace of God. So if it is the peace of God, als het inderdaad de vrede van God is die ik wil, en niets anders, dan heb ik die ook. En de cursus belooft je op vele, vele bladzijden dat dat onmiddellijk is. Heb je dat dan ervaren ooit? Als ik, zodra ik ook echt zeg, het enige wat ik wil is de vrede van God, heb ik het. En dan, 0.003 seconden later, wil ik weer wat anders. Want ik wil nooit alleen de vrede van God. Daar ben ik doodsbang voor. Daar zijn we allemaal doodsbang voor. Daarom lopen we zo hard aan achter alle substituties, alle veranderingen, alle dingen die de plaats zouden kunnen nemen van de vrede van God. Althans, dat zegt het ego. Dus als het ego dat zegt, hoe kan het dan in Gods aan de rechterhand van de Heilige Geest zijn? De ego zegt dat tegen mij, zodat ik me kan herinneren dat ik het echt niet geloof nog. Ik wil het echt nog niet. Ik wil eerst nog even dit. Ik wil eerst nog even dat. Ik wil nog eerst nog even met jullie zijn. Ik wil nog eerst nog even een paar jaar langer leven. En dan haal ik een diepe adem. En dan vraag ik, waar zou het voor zijn? Waar zou het voor zijn? Wat zou het doel zijn om nog een paar jaar langer te leven? Wat zou het doel zijn om hier in september te mogen komen en een tijdje met jullie door te mogen brengen? En als dat doel niet de vrede van God is, dan moeten we nu allemaal naar huis. Want dan zitten we hier verkeerd. Het kan alleen de vrede van God zijn. En als ik dat echt toelaat en echt voel, and I was just telling Stace before we started, in Holland is de enige plaats waar ik zo nu dan mag spreken, eens per jaar mag spreken, waar ik het liefste alleen zou zitten huilen. Dat is de vrede van God. Ik voel het hier. Ik voel het in jullie, het komt binnen. Het komt binnen met ieder gezicht wat ik zie, wat ik al jaren ken, wat zo dierbaar zijn. Sommige mensen hier, er zijn er eigenlijk vrij veel die in Costa Rica geweest zijn bij ons. En we kennen elkaar natuurlijk ontzettend goed. Heel diep hebben we elkaar leren kennen. En de mensen die hier eens per jaar naar die rare vogel komen luisteren, die kennen we ook heel goed. Dus je leert me echt kennen. En als je me leert kennen, en je kijkt door de waanzin die uit mijn mond komt, en je kijkt door naar wie je denkt dat ik ben, dan maak je de connectie met de vrede van God. En daar zijn we hier voor. Dat is het doel voor mij van deze middag. Om er samen doorheen te kijken. Om samen gewoon te zeggen, nee, we doen het niet meer. Ik ga niet meer kijken of je de juiste kleren aan hebt. Ik heb een hele dierbare vriend waar we logeren. En die was nou toch uitgenodigd bij een partij ergens in Holland. Het was een hele dure poppenkast op een golfcourse. En er waren 130 mensen. En ze zei, het waren allemaal de verkeerde mensen. Nou, als ik eerlijk ben, hoe vaak heb ik dat gedacht? Het zijn allemaal de verkeerde mensen. En omdat de cursus zo waanzinnig goed is, en zo waanzinnig slim, en zo waanzinnig streng, die zegt dan meteen, nou, dat noem ik dan projectie. Ik ben het verkeerde mens. Jullie zijn allemaal
absoluut de mensen die je zijn moet. Maar ik ben het verkeerde mens. Dus als ik het niet voel, als ik niet voel al niets anders dan liefde voor iedereen in deze kamer, dan ben ik het verkeerde mens. En dat komt weer terug naar het ego. Dus het ego zegt, jullie zijn de verkeerde mensen. Waarom zegt het dat? Waarom zegt het zo liefdevol? Of zelfs niet liefdevol? Waarom zegt het zo in wat ik dan kan interpreteren als een gemene stem? Omdat het me wil duidelijk laten horen wie ik denk dat ik ben. Door mij die gedachte toe te laten, kan ik me opeens weer herinneren dat ik ben de verkeerde man. Ik ben de verkeerde man. Kan dat waar zijn? Kan het waar zijn dat er iemand in deze kamer de verkeerde mens is? En als ik jullie eerder vroeg, iemand hier die absoluut overtuigd is dat hij of zij het juiste mens is, laat me even horen. Er is er één. Ben je nou het wakker geworden? Ik geloof je. Maar ik geloof het mezelf niet. Ik weet het wel. Ik kan ook die cursus lezen. Ik heb pas 30 keer gelezen. Iedere keer lees ik hetzelfde. En het zegt iedere keer, you're the son of God. You're the only son of God. En hij zegt, ja. Dat verhaal ken ik, maar ik geloof het nooit. Wat zou het me kosten om het te geloven? Wat zou het me kosten om het toe te laten dat ik inderdaad de juiste mens ben? Dat jij de juiste man bent. En dat niets hoeft te veranderen. Wat zou me dat kosten? Dat kost me een hele verhaal. Wie ben ik zonder het verhaal? Je kent de grap. Zonder het verhaal besta ik niet. Dus ik ga terug naar het verhaal. Maar omdat ik nu heel spiritueel geworden ben, kan ik een mooi verhaal maken. En dan is iedereen erg onder de indruk van het mooie verhaal. Van het mooie leven dat ik leef. En het mooie werk dat ik doe. En het is allemaal volkomen onbelangrijk. Het betekent niks. Het betekent allemaal niets. Als ik niet continu, waar is Hafiz, wat zei die? Wat zei die zo ontzettend mooi? Who can tell you in this world that when a dog runs up to you wagging its ecstatic tail, you lean down and whisper in its ear, Beloved, I'm so glad you're happy to see me. Beloved, I'm so glad, so very glad you have come. And Stacy, who's with me, noticed how many people seem to really be happy to see me. And I must admit, I'm always, first of all, deeply moved, but second of all, incredibly surprised. Oh, I'm sorry. Ja, maar nu weet ik niet meer wat ik zei. Dan moet ik weer overnieuw beginnen. Ik zal er even aan proberen te denken. Stacy merkte op dat zoveel mensen zo blij lijken te zijn om het te zien. En toen ze dat zei, realiseerde ik opeens dat schijnt inderdaad het geval. En hoe me dat verbaast nog altijd. Terwijl als ik echt het werk zou doen, zou het me niet verbazen. Want natuurlijk ben je dan blij om mij te zien. Want je ziet jezelf. Natuurlijk ben je blij. Maar je bent niet blij om mij te zien, je bent blij om God te zien. Je bent blij om de waarheid te zien. Je bent blij om een connectie te maken met de diepe, diepe, diepe waarheid. Die wij allemaal zijn. Die onveranderlijk is. Die onveranderlijke onschuld, waar de cursus het altijd over heeft. We zijn allemaal onveranderlijk onschuldig. Je voorstellen wat dat betekent. Ik ben onveranderlijk onschuldig. Wat een waanzinnig idee. Hitler was onveranderlijk onschuldig. Ik heb een boek moeten schrijven. Na vele, vele, vele jaren dat mensen zeiden, je moet een boek schrijven. Ik zei, nou oké, gedaan. En toen hebben we over de titel van het boek gehad. En de titel kwam meteen voor mij naar boven.
En die kwam van een vrouw die bij ons was in Costa Rica, misschien 4 of 5 jaar geleden. En ze was diep, 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 diep gedeprimeerd. Depressed, ik weet niet wat, depressed? Depressief. Zeer diep, klinisch depressief. En haar verhaal was dat haar vader en haar moeder waren de enige twee overlevenden van de Holocaust. En zij had die schuld aangenomen en zij had dus besloten toen ze heel klein was naar haar vader en moeder te kijken die zo kapot waren van die ervaring, dat zij ook nooit gelukkig zou mogen zijn. Dat had ze heel duidelijk besloten en ook heel duidelijk en consistent doorgevoerd en ze zou inderdaad nooit gelukkig kunnen worden. Maar ze was bij ons voor een paar weken en we hebben er samen aan gewerkt. En het begon langzaam een beetje los te komen. Begon ze toe te laten dat misschien een beetje licht wel mogelijk zou kunnen zijn of toegestaan zou kunnen zijn. En toen hebben we doorgewerkt. En uiteindelijk kwamen we toe aan dat ze ook bereid was om onze vriend Hitler te vergeven. En dat deed ze dus met een vrij grote glimlach op haar gezicht. Ze deed het inderdaad. En toen zei ik, en nu ga je slapen met Hitler. Nou, toen begon het weer helemaal overnieuw. So Sleeping with Hitler, wat niet de titel van het boek wordt, maar ik wou dolgraag dat het wel zou mogen. Maar de publisher wil het niet. Sleeping with Hitler is volgens mij, daar gaat het om. Daar gaat het om. Het is heel makkelijk om een spirituele houding aan te nemen en de juiste woorden te leren en te zeggen, ik heb Hitler vergeven, ik heb mezelf vergeven. Maar als ik niet bereid ben om helemaal door te gaan en het door te nemen tot het allergekste idee, sleeping with Hitler, dan ben ik nog niet klaar. En dat is het ego weer. En het ego zegt, je bent nog niet klaar. En dan zeg ik, dank je, ik ben nog niet klaar. Maar zelfs het idee van klaar te zijn, is zo'n leuke ego-idee. Maar alleen het ego zou daarmee op kunnen komen, want de Heilige Geest weet al lang dat we lang klaar zijn. We hebben niks te doen, er is niks misgegaan ooit. Maar het ego zegt, je bent nog niet klaar. En dan zeg ik, oké, ik ben nog niet klaar. Dan gaan we verder kijken, gaan we iets dieper kijken. Wat is er verder nog? Waar kunnen we verder nog naar kijken samen? Hoe ver kunnen we samen gaan? Kunnen we inderdaad op den duur in bed zijn met Hitler? Is dat een mogelijkheid? Jaren geleden, ik geloof dat het 3 jaar geleden, toen had ik mijn oude Duitse leraar van de HBS uitgenodigd om hier te komen. En hij is een waanzinnige mooie man, waar ik een enorme prachtige ervaring mee had. En ik ga je niet vervelen met het verhaaltje, want je kent het al. Maar hij had een stukje geschreven waarin hij schrijft, zolang, en hij was, ik zal even bijhalen, zijn vader was een NSB'er en hij was een SS, dus hij was echt helemaal verkeerd. Hij was een van die verkeerde mensen. Maar hij schreef een prachtig stukje waar hij schreef dat zolang we niet zien dat eenheid de enige waarheid is, komen we er nooit uit. Dus zolang ik denk dat er iets te vergeven is, kom ik er niet uit. Er is niets te vergeven. Dus die prachtige regel in de cursus, no one can hurt the Son of God. Niemand kan het kind van God pijn doen. Niemand kan het kind van God pijn doen. Als dat waar is, waar hebben we het dan over? Waar komt die vergevenis dan vandaan? Waar hebben we dat voor nodig? Altijd alleen maar voor het idee dat je mij pijn kan doen. Voor het idee dat ik jou pijn kan doen. Het gaat altijd alleen maar om een idee. Het gaat nooit over wat er echt gebeurd is. Want wat er ook gebeurd is, gebeurt naar het lichaam. We hadden net in een van de workshops in Frankrijk, de vorige 2 weken geleden, een moeder en een dochter. En de moeder kwam alleen maar mee met de dochter. De dochter was erg enthousiast over het werk en de moeder kwam alleen maar mee om mee te doen. Maar die wou niet echt diep gaan. Tot, geloof ik, de 3e of de 4e dag. Toen ze opeens
uitkwam met de realisatie of de herinnering dat ze verkracht was toen ze heel jong was. En dat ze daar nooit over zou kunnen komen. Dat al dat waar we het over hebben met die vergevenis, dat is allemaal onzin. Maar daar komt ze nooit overheen. Dat is een levenlang trauma. En toen hebben we er heel liefdevol mee gewerkt. En een uurtje later was ze er overheen. Nou, betekent dat het niet terug zal komen? Nee, dat betekent het niet. Maar het betekent wel dat als ik echt liefdevol kijk naar wat ik denk dat er gebeurd is, naar wat ik denk wat er gedaan is, dan kom ik overheen. Maar ik moet met liefde kijken. En met liefde kijken betekent oversee, to overlook. To overlook means that you don't... Sorry, daar ga ik weer. Overlook. Ik weet niet wat overlook in het Hollands is. Dat is het probleem. Het voorbij kijken. Ja, als ik echt voorbij kijk en niet stop en te kijken en dan doorga, want dat wil het ego altijd doen. Het ego wil eerst zeggen, jij hebt dat gedaan en nu gaan we er voorbij kijken. Maar de enige vergevenis die bestaat van mijn point of view, van hoe ik de cursus zie, is om niet eens te zien dat je iets gedaan hebt. Dat is vergevenis. Dus in ons proces, hoeveel van jullie kennen het zesstappenproces? Kan ik even de hand zien? Oké, heeft het zin voor die anderen om het even uit te leggen waar het over gaat? De zesstappenproces is een heel eenvoudig proces. Dat begint met step 1. Dat zegt van, ik ben niet op vrede. Er is iets, ik ben boos, ik ben verdrietig, wat dan ook. Er is iets aan de gang op het ogenblik waar ik niet helemaal op vrede mee ben. Dat is de eerste stap. De tweede stap zegt, het gaat over mij. Nou, als je voor kan stellen, als ik bereid zou zijn onder alle omstandigheden meteen te zeggen, het gaat over mij, het gaat niet over jou, het gaat niet over wat dat gebeurd was, het gaat niet over het feit dat ik verkracht was toen ik jong was, daar gaat het niet over, het gaat alleen over mij. Je kan voorstellen hoe moeilijk die stap zou kunnen zijn. En hoe het ego meteen terug wil komen naar het verhaal. Maar als je het verhaal niet doet, dan sta je in een kans. Er is een stukje in de cursus on the true empathy. Kan je dat vinden? Mark, which page is it? Hoofdstuk 16, nummer 1, ja. 330 in het Holland, in het Engels. Ik zal hem eerst even in het Engels lezen en dan Anne Joke, die zo'n prachtige stem heeft, die gaat het even voorlezen. To empathize does not mean to join in suffering, for that is what you must refuse to understand. To empathize does not mean to join in suffering, for that is what you must refuse to understand. That is the ego's interpretation of empathy and is always used to form a special relationship in which the suffering is shared. Hai Hang? Hoofdstuk 16, de eerste alinea. Ware inleving. Zich inleven betekent niet meegaan in het lijden. Want dat is wat je juist moet weigeren te begrijpen. Moet je voorstellen hoe radicaal dat is? Je moet weigeren om te begrijpen dat iemand een reden heeft om niet in vrede te zijn. Nou, dat is stapelgek. Dus er is een reden waarom de cursus nooit een grote beweging zal worden. Want dat is gewoon te radicaal voor een normaal denkend mens. Maar ik wil geen normaal denkend mens meer zijn. Dat interesseert me niet meer. We krijgen zoveel mensen bij ons op de of in workshops of op het centrum, hoe we al jaren en jaren en jaren en jaren in therapie zitten. En iedere week zien ze hun prachtige therapeut en geven ze $200 en vertellen ze hetzelfde verhaal weer en er gebeurt niets. Maar als je bij ons komt en je probeert het verhaal twee keer te vertellen, de derde keer wil ik het niet meer horen. De tweede keer mag nog net. Maar de derde keer, daar gaat het niet om. Ten eerste, wat ik nu zeg, heeft niks te maken met wat ik denk waar ik het over heb. Want het gaat nooit over wat ik denk waar het over gaat. Nou, dus die vrouw waar ik het eerder over had, wiens ouders, grootouders en de familie helemaal uitgeroeid waren,
in de Holocaust dacht dat het om haar ouders ging, maar daar ging het helemaal niet om. Dus trouwens, zolang ik het verhaal wil vertellen, zolang ik wil dat jij hoort wat mijn verhaal is, komen we er geen verbinding meer uit. Dus een echte vriend, iemand die echt van mij houdt, die zegt, ik wil niet horen. Dat is een echte vriend. Een echte vriend zegt, ik zie dat ja, je bent niet tevreden. Dat kan ik duidelijk zien. Ik kan duidelijk zien dat je erg boos bent, of erg verdrietig, of erg wat dan ook, opgewonden. Maar ik ga de oorzaak niet geloven. Want die oorzaak zit veel dieper dan je nu denkt. En daar wil ik heen. Ik wil naar de oorzaak. Nou, de echte oorzaak van iedere upset, van iedere onvrede, is het idee dat ik afgescheiden zou kunnen zijn van God. En dat is voor mij te moeilijk. Daar ben ik nog niet. Dus dat is de grondlaag. Ik ben afgescheiden van God. Daar werk ik nog niet mee. Waar ik wel mee werk, is de resultaten daarvan. Dus dat zijn de eerste 2 of 3 of 4 diepe overtuigingen die ik over mezelf verzonnen heb 74 jaar geleden. Of 70 jaar geleden, in die buurt. Hele tijd geleden. Dat is de oorzaak van mijn upset nu. En wat ik nu ook ervaar, wat het ook is, het doet er niet wat het is, is niets anders dan een herhaling, een herspelen van hetzelfde wat er toen gebeurde. Er is een heel mooie paar regels in de cursus. Ik weet niet waar die staan. Ik ga het even in het Engels doen. Sorry. Every day and every hour in each day and every minute that each hour holds, I but relive the time when the time of terror took the place of love. Dus iedere dag en ieder uur en die dag en iedere minuut en ieder uur leef ik de herhaling van het moment dat angst de plaats van de liefde nam. En wat is mijn leven? Het gaat door. En dan zeg ik, wat is mijn leven anders dan een continue herhaling van hetzelfde verhaal? Hetzelfde verhaal. Over en over en over en over en over. Totdat ik zeg, waar is dat voor? Wat is het voor? Wat wordt me nu aangeboden? Waar gaat het eigenlijk om op het ogenblik? Wat wordt er nu aangeboden? En dat is weer waar de ego en de Heilige Geest hand in hand lopen. Want het ego schopt me in de schenen. Die zegt, wat er gebeurd was toen je klein was, had niet moeten gebeuren. En hoe voel je als je teruggaat? Nou, wie had er hier een dolgelukkige jeugd? Kan ik even kijken? Wie had hier dolgelukkige ouders? Kijk, daar zitten we mee. Daar zitten we mee. Want ik kan je garanderen, als wij samen een paar weken hier zouden zitten, nou, je zou gek zijn om het te doen, maar als je deed, na een paar weken, en ik vroeg dezelfde vraag, gingen alle handen naar boven. Want we hadden allemaal een fantastische jeugd. We hadden allemaal fantastische ouders. Maar ik heb het vergeten. Want mijn ouders en mijn jeugd zijn God. Dus wat ik vraag net is, is God goed? En jullie zeiden allemaal nee. Begrijp je dat? Does that make sense at all? Het is echt een kwestie. Ik weet niet wie het was, maar iemand zei een hele tijd geleden, it's never too late to have a happy childhood. En dat is het werk. Dus we gaan terug naar het herinterpreteren van wat er toen gebeurd is, 74, 21, 73 jaar geleden. Dat wordt geherinterpreteerd en dan heb ik een andere ervaring daarvan. Maar die kracht heb ik. Dat kan ik doen en dat ga ik doen. Dat doen we samen. Als je dat wilt. Of je kan morgen de telefoon oppakken en weer gaan klagen over je jeugd. Of weer gaan klagen over wat je buurman net deed. Of weer gaan klagen over wat meneer Wilders zei. Staat hij nog, meneer Wilders? Ja, doe nog. Dat is mijn broertje. Slapen met Wilders. Ga je gang. Maar als ik Wilders zie, of ik zie iemand anders, wat anders dan de liefde, dan zie ik mezelf. En als ik hem als liefde zie, dan zie ik mezelf. Nou, wat heb ik liever? De step 2, het gaat over mij. Het gaat nooit
over iets of iemand anders. Nooit. Nooit, 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 nooit. Step 3. Wat voel ik? Nou, er zijn hier heel weinig mensen die mij voor 20 jaar geleden kenden, godzijdank. Want toen had ik geen idee wat ik voelde. Ik had geen idee wat ik voelde. Ik voelde razend of niets. Dat was mijn hele repertoire. Dus toen ik dat begon, toen heb ik een gevoelslijst moeten maken. Ik heb mezelf moeten leren voelen. En dat duurde echt een tijdje, want ik had geen idee. Maar ik wist wel dat als ik niet voelen kon, dan zou ik ook niet kunnen genezen. In het Engels heet dat heel simpel, you gotta feel it to heal it. Als je het niet voelen kan, kan je het ook niet genezen. Dus ik moest leren voelen. Maar omdat ik zo volkomen besloten had om dit een jaar te geven of mezelf af te maken, dat waren de twee keuzes, dat ik zat, nou ik geef het een jaar, dan moet ik ook leren om het te genezen. En hoe ga ik dat dan doen? Dan moet ik dus eerst leren voelen. Nou, ik ga niet vragen welke mensen hier heel makkelijk weten wat ze voelen op één moment. Want ik geloof het vaak niet als die handen naar boven gaan. Het is heel moeilijk namelijk om echt te voelen. Want we zijn er bang voor. We lopen er weg voor. We duwen het onder de tafel. Of we schrijven het op aan iemand anders. Ik voel het omdat jij dat gedaan hebt. Want je kijkt naar mij op zo'n manier. Dan voel ik toch, dat is jouw schuld. Nou, voel ik me beter. Dan begint ze te lachen. Voel ik me een stuk beter meteen. Dus het gaat altijd om met iemand anders meteen. Maar dat moet ik niet meer willen doen. Ik moet gewoon zeggen, het gaat niet over iemand anders. Wat voel ik? Wat voel ik me nu? Dus ik gebruik de gevoelslijst. En door die gevoelslijst ga ik dan terug naar een vroege herinnering van dat gevoel. En die is soms moeilijk. Die is soms moeilijk. Maar daarom zeggen we ook niet een vroege herinnering in utero of in de wieg, maar een vroege herinnering. Dus een vroege herinnering kan ook 2 maanden geleden zijn. Nou, wij weten allemaal, jullie hier en ik, dat dat niet waar is. Dat het echt doorgaat naar je eerste paar jaar van je leven of zelfs voordat je geboren was. Maar als je daar beginnen wil, dan begin je daar. Dus een vroege herinnering. Wat gebeurde er in die vroege herinnering? En dan mag je het verhaal even vertellen. Dan mag het verhaal even verteld worden. Want dan is het even belangrijk wat er gebeurde in mijn gedachten. Wat ik verzonnen heb dat het betekende. Want als ik dat niet toelaat in mijn gewaarwording, dan kan ik het ook niet omdraaien. Dan kan ik het niet transformeren. Dus ik moet even toelaten wat ik toen besloten heb over mezelf. En dan de volgende stap is inderdaad de vergevenis. Vergeef me voor de overtuiging dat niemand ooit van me zou kunnen houden. En dan antwoord ik het zelf. Dat is niet waar. Dat is onmogelijk, want ik ben de liefde. Dus dit proces is ontworpen om alleen te doen. Het proces is ontworpen om je vrij te maken van afhankelijkheid aan of een therapeut of iemand die met je samenwerkt. Dat betekent niet dat je het niet samen kan doen. Of natuurlijk, het is zelfs bijzonder effectief om het samen met iemand te doen. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Want het laatste wat ik wil, is om een nieuwe afhankelijkheid op te bouwen. Dus nu ben je afhankelijk van. Hoeveel mensen, als ze heel eerlijk zijn, zijn afhankelijk van de cursus? Kan hebben? Kom op nou. Ik was er altijd van overtuigd dat ik afhankelijk was van de cursus. Want ik had namelijk nog nooit zoiets gelezen. Ik had nog nooit zoveel bladzijden. Ik weet niet hoeveel zijn het. 1453 bladzijden met hele kleine lettertjes. Ik had nooit zoveel bladzijden gelezen waar zo'n mooie waardigheid in stond. Dus toen ik begon, dat is nu meer dan 20 jaar geleden, toen liep ik overal rond met de cursus. Ik ging boodschappen doen met de cursus. Ik ging naar het benzinestation met de cursus onder mijn arm. Waar ik ook heen ging, altijd hetzelfde boek. Het zit ook dik met modder en wijn en alle andere dingen die erop gespeeld zijn. Ik was afhankelijk van de cursus. En als je nu zegt, ik pak je cursus weg, dan heb ik even een procesje, dat kan ik je wel vertellen.
Want ik denk nog steeds dat ik het nodig heb. En zolang ik iets nodig heb, wat het dan ook is, gaat het me bijten. Dat is die appointed friend. Wil je dat even lezen? Wat is dat in het Hollands? De aangewezen vriend. Hoofdstuk 26, Romeins 6. Weet je het eerste stuk, Diederik? Ik zoek het even zelf, ik zie het niet. Want ik ben helemaal verdwaald. Ja, het eerste stukje. Ik zal het eerst in het Engels doen. Anything in this world that I believe is good and valuable and worth striving for can hurt me and will do so. Not because it has the power to hurt, but just because I have denied it is but an illusion and made it real. And it is real to me. It is not nothing. And through its perceived reality has entered all the world of sick illusions, all belief in sin, in power of attack, in hurt and harm, in sacrifice and death has come to me. For no one can make one illusion real and still escape the rest. For who can choose to keep the ones that he prefers and find the safety that the truth alone can give? Who can believe illusions are the same and still maintain that even one is best? Ga je gang. De toegewezen vriend. Alles in deze wereld waarvan jij meent dat het goed, waardevol en het nastreven waard is, kan jou kwetsen en zal dat ook doen. Niet omdat het de macht heeft jou te kwetsen, maar juist omdat jij ontkend hebt dat het maar een illusie is en het tot werkelijkheid hebt gemaakt. En het is voor jou werkelijk. Het is niet niets. En via zijn vermeende werkelijkheid doet het de wereld van ziekelijke illusies haar intreden. Doet heel de wereld van ziekelijke illusies haar intreden. Alle geloof in zonde, in de macht van de aanval, in kwetsen en kwaad doen, in offers en dood, is tot jou gekomen. Want niemand kan één illusie tot werkelijkheid maken en toch aan de rest ontkomen. Want wie kan ervoor kiezen die te behouden, die zijn voorkeur wegdragen en tevens de veiligheid vinden die alleen de waarheid schenken kan? Wie kan geloven dat illusies allemaal hetzelfde zijn en toch volhouden dat slechts één de beste is? Dat is een goede vraag. Dus waar gaat het over? Waar gaat dat kleine stukje over? Die appointed friend, die aangewezen vriend. Is dat het in het Hollands? Toegewezen vriend. Waar gaat het over? Dat gaat over, waar we het iets eerder over hadden, over ik wil de vrede van God en dan vaak is het eigenlijk ik wil dat en dan de vrede van God. Dat is meer eerlijk. Dat is iets meer eerlijk. Ik wil eerder een goede baan en dan de vrede van God. Dus zodra ik genoeg geld heb om me terug te trekken van het leven, dan wil ik de vrede van God. Maar hoe kom ik ooit aan de echte vrijheid en de echte zekerheid die alleen de vrede van God zou kunnen brengen, zolang ik ook iets anders wil? En weer, daar speelt het ego zo'n belangrijke rol. Want het ego blijft me vertellen, ja, dat zeg je wel, maar wat vind je hiervan? Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Wat ik eigenlijk wil hebben is een deurschevaux. Ik wil zo graag een deurschevaux. En dan de vrede van God. Hoewel de vrede van God zou misschien komen als ik in de deurschevaux zat. Zou dat kunnen? Kunnen we een collectie houden zodat ik de deurschevaux kan kopen? Maar zo werkt het ego. Dus het ego blijft continu tegen me zeggen, ja, je denkt dat je ver bent, maar wat denk je hiervan? Je hebt me weer.
Je hebt me weer. De laatste stap van het proces is de vergeef me voor het vergeten. En dat zei ik ook tegen mezelf. Vergeef me voor het vergeten dat een Dutch woman nooit iets zou kunnen brengen. En dan zeg ik tegen mezelf, God zij gedankt, is dat waar. Maar het zou wel leuk zijn. Nee, dat niet doen. Dat is het proces, dat zijn de 6 stappen. Nou, we hebben een hele mooie, iedereen die op ons centrum geweest is, die kennen deze oefening. Het is een hele belangrijke oefening. We noemen het de lijstoefening. En de lijstoefening, die kun je straks samen thuis doen, als je thuis komt, als je wil. Als je niet wil, doe je het niet. Waar je 1 woord per regel schrijft wat belangrijk is voor je. En dat doe je heel eerlijk. Allebei positief als negatief. Dus misschien gezondheid. Misschien mijn kinderen gelukkig zijn. Misschien chocolade. Misschien seks. Misschien allebei chocolade en seks. Misschien wat dan ook. Tegelijkertijd, ja. Gooi dat room op ook dan, als je er toch bent. En als je die oefening echt eerlijk doet, dan heb je zo'n 8, 9, 10 bladzijden van woorden per regel. En aan het einde van die oefening zeg je, als het waar is dat ik geest ben, en ik neem aan dat niemand dat hier betwijfelt, als het waar is dat ik geest ben, dan betekent geen van die dingen iets. Daar heeft die toegewezen vriend het over. Geen van die dingen kunnen dan iets betekenen. Dus dan ben ik bereid om een paar dingen vanaf te trekken. Misschien zelfs 90% kan ik eraf halen. Maar aan het eind heb ik 3 of 4 of 5 dingen. En ik ben niet bereid om ze van de lijst te halen. En dan weet ik dus heel zeker dat die dingen meer belangrijk zijn dan de vrede van God. En dan moet je gewoon eerlijk zijn. Je hoeft dat niemand te vertellen. Je kan tegen iedereen zeggen, ik wil alleen de vrede van God. Dat is leuk. Dat gelooft iedereen meteen. Maar voor jezelf moet je eerlijk zijn. En zei, ik wil de vrede van God niet, ik wil die dingen eerst. En dan weet ik wie ik denk... Is dat niet heel moralistisch? Moralistisch, ik ken dat woord niet eens. Ik ben zo amoraal. Dat hoor jij. Jij hoort je mag niet. Oké, dan moet ik dus even iets dieper gaan, want je mag alles. Je mag alles. Je mag de Dushbo ook. Maar maak het niet belangrijk. Maak het niet conditioneel voor de vrede van God. Zodra ik de vrede van God heb, dit is altijd de worstel die voor me blijft lopen. Zodra ik de vrede van God, dan kan ik alles weer hebben. En dan heb ik het weer terug. Zo werkt het ego, en dat zeg jij dus nu ook meteen. Je mag alles hebben. Don't forget it's an illusion. Vergeet niet dat je het zelf verzonnen hebt. Dus zolang ik me herinner dat ik het zelf verzonnen heb, dan kan ik alles hebben of niet hebben. Het doet er niet meer toe. Ik woon nu al 1 jaar of 10 in een kamertje wat ongeveer in meters is het 3,5 bij 3,5. En mensen zeggen vaak, je bent 74, hoe kan je godsam in zo'n klein kamertje wonen? Het betekent niks. Het betekent niks voor me. Het heeft geen betekenis meer. Is dat immoral of amoral of wat dan ook? Nee, het heeft gewoon alle betekenis verloren. En zoveel meer dingen hebben over de jaren betekenis verloren. En ik weet absoluut voor mij dat hoe meer ik alles de betekenis kan laten vallen, hoe meer ik diep in vrede ben. Betekent dat ik nooit in een mooi huis zal wonen? Dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Maar dat doet er niet meer toe. Begrijp je dat? Is dat een verklaring voor je? Ja. Dus iedereen, zodra ze deze lijstoefening horen, dan denken ze, oh, alles moet ik weggeven. Nee, helemaal niet. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Waar is dit voor? Wat is het doel? Wat is het purpose? Wat is het doel van wat ik nu denk dat ik wil hebben? Waar gaat me dat heen brengen? Wat gaat me dat brengen? En het gaat me nooit tevreden van God brengen, want als je het wegneemt, dan ben ik boos. Dus wij hebben die collectie gehouden, ik heb eindelijk de Dushbo en dan morgen haal je hem weg. Nou, dan ben ik niet zo tevreden. Dat betekent dus dat ik het betekenis gegeven heb. Dus je kan me die Dushbo geven en morgen neem je terug en zeg ik hou nog steeds van je. Beloved, I'm so glad you've come.
Ik ben zo blij dat je er bent. En dat is het mooie werk. Dat is, vind ik, het leuke van ons werk. Dat het zo enorm praktisch is. Het is echt enorm praktisch. Ik kan het continu, iedere dag, iedere minuut van de dag toepassen. Wat vind ik nu belangrijk? En als er iets is wat ik belangrijk vind, anders dan absolute vrede, dan zit ik weer met het ego te spelen. En het ego zegt weer, je gelooft het, ik heb je weer te pakken. En dan zeg ik, dank je, ik ben erg blij dat je me te pakken nam. Want zolang er iets te pakken is, wil ik dat je me gepakt, dat ik gepakt word, want dan kan ik eraan werken. Dat heb ik veel liever dan niet. We gaan vragen stellen. Ja? Heeft iemand vragen? Of iets? Ja. Wacht. Zo krijgt Yoga haar ochtendgymnastiek. Dat was vroeger een programma op de radio. Bestaat dat nog? Nee, natuurlijk niet. Jullie zijn allemaal te jong. Hè? Doet hij? Ja. Toen net dat stukje werd voorgelezen over die vriend. Wat die vriend allemaal betekent. Ja. Toen moest ik eigenlijk denken van, en wat zegt dat dan over Costa Rica? Wat is je antwoord? Nou, mijn vraag is van, laat ik het zo zeggen. Ik heb zoiets van, begin steeds meer het gevoel te krijgen van alles wat wij in deze wereld willen fixen, brengt ons de vrede van God niet. En zeg nog even. Ik hoorde alles wat wij in deze wereld, in de vorm willen fixen, ja, brengt ons de vrede van God niet. Dat is mijn overtuiging. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dus, als u in Costa Rica een mevrouw krijgt die heel erg depressief is, wil ze de vrede van God, maar eerst van die depressie af. Dat is een interessante vraag. Is het een vraag of was het een statement in de vorm van een vraag? Nou ja, ik heb het idee dat als je echt uitgaat van de vrede van God, dan maakt die depressie ook niks meer uit. Of die bipolaire stoornis ook niks meer uit. Of absoluut. Die kanker ook niks meer uit. Absoluut. Nee, nu verwissel je twee dingen. Je hebt het over fysiek en psychisch. Ja, maar goed. Ik maak een verschil. Dus de cursus zegt heel duidelijk over het lichaam dat health is inner peace. Dus gezondheid, ja, is binnenlijke vrede. Ja. Dus dat nu zijn we klaar met de kanker. Ja. Nu gaan we terug naar de depressie of de bipolaire. Ja. Zolang ik gedepresseerd ben, wat betekent het to be depressed? Als je in het begin van de cursus, bladzijde 74 of iets dergelijks, vertelt het me wat het is. Ik ben gedepresseerd omdat ik de liefde wegduw. Ja. Ik wil de liefde niet en dan ben ik gedeprimeerd. I deprive myself of love. Ja. Dat is depressie. If I deprive myself of love, I deprive myself of God. Kan je dit volgen? Ja? Ja. Daar gaat het om. So do I want to continue? Wil ik doorgaan om God weg te duwen? Of jou weg te duwen, wat precies hetzelfde is? Ja. Of zeg ik, nee, ik wil jou binnenlaten. Ik ben zo blij dat je gekomen bent. Als ik zeg, ik ben zo blij dat je gekomen bent, hoe kan ik in godsnaam gedeprimeerd zijn als ik dat toelaat? Daar gaat het om. Begrijp je dat? En je hoeft geen u te zeggen, want ik ga het ook niet doen. Dus. Ja, oké. Okay, ja. Ik ben zo opgevoed. Ja, ik ook. Maar ik ben er goed vanaf gekomen. Ik ben het uitgegroeid. Oké, okay, maar goed. Maar begrijp je dat? Een beetje. Ik wil nog niet... Ja, dus het is niet dat er iets verkeerd is. Als jij absoluut gedeprimeerd wil blijven zijn, ga je gang. I love you anyway. Ja, Dat raakt me niet. Maar als je bij mij komt, bij ons komt, of naar een workshop of naar een centrum in Frankrijk of in Costa Rica of waar dan ook, en je zegt ik ben zeer gedeprimeerd, ik wil het niet meer, dan kunnen we er samen naar kijken. Maar als jij thuis zit en je zegt ik wil gedeprimeerd blijven, dan zeg ik nou, God bless you, I love you. Ja, maar dat interessante keus. Ja. Oké. Okay. Ik heb een hamer en ik sla mezelf op mijn duim de hele dag. Dat wil ik blijven doen. Nou, blijf het doen. Moet je wel knap of gek zijn, maar blijf het maar doen. Maar als je komt en zegt, ik help me met die hamer en mijn duim, ik wil het niet meer. Dan kunnen we er samen aan werken. Okay. Dus er is niks mis mee. Er is niets mis met wat dan ook. Maar waarom zou ik het houden? Wat is het voor? Wat dient het? Het heeft een doel.
Dus depressie, en god, ik heb gitzwarte depressies gehad en ik heb ze nog. Niet iedere dag en niet lang, maar zeker 1 of 2 keer per week komt het naar boven. Gitzwart gedeprimeerd. Wat betekent dat? Waar is dat voor? Dat is het ego om me weer te vertellen dat ik niks waard ben. Het ego dat me weer komt vertellen dat ik en liefde niets met elkaar te maken hebben. Zo lief is het ego. Zo lief is het ego, want het maakt het zo zwaar dat ik moet zeggen, wacht even, dit doe ik niet meer. Dit is gewoon te gek, dat kan niet waar zijn. En of het waar is of niet, doet er niet meer toe voor mij. Wat er mij voor toe doet, is hoe voel ik me. Begrijp je dat? Ja, ik begrijp het een beetje, maar ik zit zelf, voor mezelf wordt het steeds belangrijk om me bewust te worden van het feit dat eigenlijk alles wat er hier in de vorm, in de wereld, in onze illusie gebeurt. Mm-hmm. Wat ik daar ook in fix, zou ik maar zeggen, of wat ik daar ook in denk te herstellen, of anders moet, denk dat anders moet, of beter moet, of het nou een déjà vu is, of weet ik veel wat. Dat alles brengt mij de vrede van God niet. Ik heb ooit in een groep gezegd van, het gaat altijd goed met mij, wat er ook gebeurt. Ja. En wat ik dat noem, is level confusion. Wat zegt u? Ik weet niet wat level confusion is. Verwarring van niveaus? In absolute waarheid heb je gelijk. Ja. Is dat je ervaring? Soms wel, soms niet. Oh, precies. Dus laten we even eerlijk zijn en niet gekke dingen gaan zeggen. Als ik boos ben, ja, dan kan ik niet op dezelfde manier, op dezelfde minuut, seconde zeggen, en dit is hetzelfde als de vrede van God. Dat is gewoon niet waar. Nee, dat is niet zo. Ik ben nu boos. Ja. Wil ik boos blijven? Hoe voel je dat ik boos ben? Hoe reageert mijn vrouw als ik boos ben? Hoe reageer jij als ik naar je schreeuw? Wil ik dat? Nee. It's not a matter. Het gaat er niet om of het slecht of goed is. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat voelt goed. Nou, ik voel me, misschien ben ik de enige in deze kamer, ik voel me een stuk beter als ik in liefde ben. Nou, dan ga ik dus kijken naar alle barrières die ik opgericht heb tegen de liefde. Dat is depressie. Ja. Depressie zijn al die muren die ik gebouwd heb om me heen. Om me te verdedigen tegen de aanvallen, vooral verdedigen tegen God. We kunnen elke keer opnieuw kiezen. Absoluut. Iedere seconde van de dag. Ja. Choose again. Welke naam is dat? Choose again. Mijn level confusion, niveauverwarring is enorm. Het gebeurt de hele tijd. En het is zo link, want je moet er echt voor oppassen, want het klinkt zo redelijk. Alles is goed. Alle paden leiden naar God. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Sommige paden leiden naar God. En sommige paden leiden naar het tegenovergestelde. Maar het leuke is, er is geen tegenovergestelde, daar bestaat het niet. Dit vind ik een verwisseling van niveaus, want dat zeg ik hier niet mee. Oké. Okay. Ik zeg, alles wat hier op deze wereld is, wat we willen fixen, brengt ons in mijn gevoel, brengt ons de liefde van God niet. Het enige wat we kunnen doen als. Ik zeg met recht van. Het gaat altijd goed met mij. Ondanks alles wat er gebeurt. En voel ik me altijd goed? Nee. Maar dan kan ik wel op dat moment altijd weer een andere keuze maken. Waarom zou je een andere keuze maken? Als ik op een gegeven moment. Door het ego. Het gevoel krijg dat ik depressief word. Ja. Dan kan ik daarin meegaan, dan kan ik daarin afdwalen. Maar ik kan ook tegen mezelf zeggen, of ik kan ook zeggen van, is dit wat er is? Is dit wat er is? Is dit wat mij de vrede van God brengt? Dan zeg ik nee. Nee, dan zeggen we dus precies hetzelfde. Zegt u? Dan zeggen wij het precies hetzelfde, jij en ik. Of u en ik. Oké, nou jij en ik, u en ik. Dan zeg ik u tegen. Maar... Ja. Oké. Okay, volgende vraag. Joke, wacht even. Dicht bij iemand. Ja.
Nou, ik had eigenlijk twee dingen. Dat was over de golf. Het treft mij, want ik golf zelf ook. Ik denk, dat is wel een oordeel. Van, het was 130 mensen waren niks. Sorry? Dus de 130 mensen waren niks. Of foute mensen. Hè? Hoe je dat even... Er waren verkeerd, dat, ja. Verkeerde waren mensen. Verkeerd. Nou, ik golf dus ook. Dus ik dacht, oh... Hoe wist je dat het een golffeest was? Dat zei je. Was jij daar? Nee. Jij was de verkeerde dan. Oké, ga door. Nou, en ik had ook over de stappen. Ja. Ik heb 4 opgeschreven, maar je had het over 6 stappen. En ik ben er 2 kwijt. 1. Wat was je eerste? Niet tevreden. Niet tevreden. 2. Gaat over mij. 3. De oorzaak. Wat voel ik? Wat voel ik? 4. En 4. Vergeven. Ja, je neemt het gevoel terug naar een herinnering. Dat is de 4. En dan de 5. Wat heb ik besloten toen dat gebeurde? Welk besluit heb ik over mezelf gemaakt, wat ik geloofde en waar ik mijn hele leven mee gewoon geleefd heb? En dat kan dus zijn, ik ben niet liefdevol. Niemand zal ooit van me houden. Ik ben alleen. Je noemt het maar, we hebben allemaal dezelfde overtuigingen. De 5e stap is de vergevenis daarvoor. Okay. Vergeef me voor de overtuiging dat ik alleen zal zijn of verdien alleen te zijn. Want wie verdient er alleen te zijn? Wie gaat er in isolatie in de gevangenis? Het ergste van het ergste. Dat verdien ik. Mm-hmm. Daar doe ik vergevenis voor. En de laatste, 6e stap is vergeef me dat ik vergeten ben. Vergeten. Dat ik altijd de liefde geweest ben. En dat er niks anders is. En dan herhaal je voor jezelf, dat is absoluut waar. Dat is de waarheid. Het is de waarheid dat er alleen maar liefde is. En er is niks anders. Er is niks buiten die liefde. Er is niks buiten God. En dus terugkomen naar mijn vriend. God is ook in de depressie. Op voorwaarde dat ik het gebruik om terug te keren naar God. God is overal in, natuurlijk, dat is duidelijk. Dat zegt de cursus ook. God is in de prullenmand, vind ik altijd zo'n leuke les. Het begint heel vroeg, God is in de prullenmand. Dan heb ik gekeken. Misschien wel, maar dat zegt de cursus wel. God zit in de prullenmand. Dat is diep leren, om dat toe te laten. Want zodra dat waar is, ben ik ook niet meer gedeprimeerd. Ik kan alleen maar gedeprimeerd worden of depressief worden, wat dan ook, als ik dat niet geloof. Als ik vergeten ben dat God overal in is. En dat is het doel. Om terug te keren naar dat God is ook in Auschwitz. Absoluut. God is ook in Irak en in Syrië. Absoluut. Maar kunnen we het zien? Nee. Want ik kijk door mijn ogen van afscheiding. Ik kijk door mijn ogen van oordelen. Ik kijk door mijn ogen van, ik weet wat goed is en wat slecht is. Maar ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Dus hoe meer ik bereid om te zeggen, om echt te zeggen en echt te weten en echt te voelen en echt toe te laten dat ik het niet weet, dan begin ik het te weten. Want dan weet je dat er alleen God is. En dan weet je dus dat ego en de Heilige Geest hetzelfde zijn. Maar dat neemt even, dat is een besluit dat ik maken moet. En dan continu dat besluit volhouden. En met een graad van discipline toe te passen. En ook met een graad van discipline niet toelaten dat ik daar meteen uitzonderingen op ga maken. God is in de prullenmand, maar niet in Auschwitz. Nee, als hij in de prullenmand is, is hij ook in Auschwitz. Maar ik zie het niet. Dat kan best. Het kan best dat ik het niet zie. En als ik het niet zie, wat gebeurt er? Dan ben ik gedeprimeerd of ik ben boos of wat dan ook. Dan krijg ik mijn gevoelens. En mijn gevoelens zijn dan volkomen verantwoord. En ik kan ze verdedigen tegen iedereen. Dus niemand hier die denkt dat Auschwitz zo'n leuke partij was. Maar we kunnen allemaal leren om Auschwitz te zien als paradijs. En daar zijn we hier voor. Dat is de enige taak die we hebben. Om God te leren zien in alles. Onze vriend Hafiz zei het. Start seeing everything as God.
start seeing everything as God. Begin te zien dat alles God is. En als ik het zie en ervaar en weet, dan is het waar. Als het alleen maar een spirituele oefening is en het klinkt zo leuk en mensen zijn erg onder de indruk als ik kan zeggen van God is ook een Auschwitz, maar het is niet mijn ervaring, dan moet ik het ook niet zeggen. Mag ik toch even terugkomen toch wel op het golf? Want als je zegt, dan oordeel je toch ook naar mensen? Absoluut. Ja, daar moet ik echt mee ophouden. Oké, ja. Want de enige mensen die ik oordeel is mezelf. Ik denk dat jij het bent, maar het is altijd mezelf. Ja. Het is onmogelijk om iemand te oordelen. Jaren geleden, bijna 10 jaar geleden, was ik in mijn kamer die op het laagste niveau van het centrum in Costa Rica is. En dan kwam een auto langs, er zaten 3 mensen in en ik keek uit mijn raam. En ik had meteen een oordeel over die mensen. Ik zei, nou, dat zijn verschrikkelijke mensen. Maar omdat ik zo spiritueel ben, zei ik meteen, hou op met je oordelen. Hou op met je oordelen. Dat zijn ook 3 kinderen van God die net binnenkwamen rijden. Nou, het bleek dat ze hebben ons blind geroofd. Ze hebben alles weggestolen. Dus mijn eerste oordeel, wat voor mijn ego kwam, was niet zo gek. Maar je moet zo'n oordeel, ik wil zo'n oordeel kunnen maken zonder een emotionele reactie. Dus ik kan zien dat jij een dief bent, dat is duidelijk. Iedereen kan dat zien hier, right? Ooit iets gestolen? Dat heb ik eens een keer gevraagd op een golfturnement, nou we het toch over golf hebben. Was ongeveer net zo groot als deze groep, als een tournament. En ik vroeg, is er iemand hier die nooit, never cheated, was cheating in Engels, vals gespeeld heeft? 1 meneer stak zijn hand op. En ik ken die meneer en ik weet dat het waar is. Verder, heeft er iemand hier die nooit iets gestolen heeft? Nou, dat vind ik een heerlijk eerlijk groep. Betekent dat we allemaal dieven zijn? Ja, in letterlijke zin, absoluut. We zijn allemaal dieven. Waarom zal ik stelen? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Waarom zal ik moeten stelen? Ik kan je vertellen, ik heb een hoop gestolen. Maar waar kwam dat vandaan? Dat kwam uit een overtuiging dat ik nooit genoeg had. Ik kwam van een overtuiging dat niemand me ooit zal geven wat ik nodig heb. Dus ik neem het. Dus als wij kunnen werken met zogenaamde dieven en recidivisten in gevangenissen, en we kunnen ze leren dat ze alles al hebben, en dat ze onveranderlijk onschuldig zijn, en je neemt er 6 maanden voor, dan kun je de gevangenissen leeg laten lopen. Met misschien 1 of 2% die er langer moeten zijn. En dat weet ik nog niet eens. Maar omdat we weten, deze hele kamer zit vol met dieven, dan moeten we even gaan werken. Maar het is leuk, ik vind het zo mooi. Als ik die vraag in Noord-Amerika gevraagd zou hebben, dan zou niemand, ik heb nooit gestolen. Iedereen steelt. Want we hebben al... Wat zeg je? Ik kan je niet horen. Waar was het? Maar het kan ook nog andersom werken, dat mensen niet durven toegeven dat ze echt nooit gestolen hebben. Ja. Oh, dat kan best, ja. Dat ze dan zo braaf overkomen. Ja, dat ben jij dus. Dat wou je ons even laten horen. Oké, hier is ze, daar zit ze, sta je op. Onverantwoordelijk onschuldig. Nee, iedereen steelt. Dus omdat iedereen op een heel diep niveau het gevoel heeft dat als het er echt op aankomt, zorgt niemand voor me. Dus als ik eerlijk ben en ik kijk naar alle religies in de wereld, wat willen mensen, wat willen we echt? Het enige wat ik echt wil, is dat iemand voor me gaat zorgen. En daarom zoek ik altijd naar een God die voor mij gaat zorgen. Nou, het probleem met het blijven zoeken is dat hij heeft al lang voor me gezorgd, maar ik zie het gewoon niet. Hij zorgt voor me de hele dag, maar ik zie het niet.
Je kent het verhaaltje toch? Iedereen kent het verhaal. Dus ik zal het weer vertellen om je dood te vervelen. Het gaat over een boer. Een hele goede religieuze boer. Boer Bob. En Bob zit 's ochtends zijn hele leven. Is hij 3 of 4 keer per week naar de kerk geweest. Hij heeft altijd arme mensen gehelpt. Hij heeft weesjes gehelpt. Hij heeft kinderen gehelpt. En hij heeft de dieren gehelpt. Het is echt een hele goede man. Een hele goede man. En hij zat thuis 's ochtends in de radio te luisteren. En de radio zei... In die buurt waar hij woonde, waar zijn boerderij was, dat water ging rijzen. De rivier ging overvloeden. En dat de mensen uit die buurt misschien beter zouden kunnen evacueren. En Bob draait de radio af. Die zegt, ik ben heel mijn leven al religieus geweest. Ik ben heel, ik heb altijd gebeden. Ik heb alles gedaan. God zal voor me zorgen. Dus hij blijft. En er komt een vrachtauto langs. Bob springt erin, want het water gaat straks naar boven. En het kan best link worden. En God zegt, nee, dank je. Maar Bob zegt, God zal voor me zorgen. Nou, het water gaat naar boven. En dan gaat de eerste verdieping staat al onder water. Er komt een boot langs. En die zegt, Bob, kom mee. Het water gaat nog hoger. En Bob zegt, nee, dank je. Erg vriendelijk dat je langs gewoon bent. Maar ik heb het niet nodig, want God zal voor mij zorgen. Nou, het water gaat naar boven. Het gaat weer hoger. Nou, Bob klinkt, op een gegeven moment klimt hij naar boven op de schoorsteen. Naast de ooievaar. En er komt een helikopter langs. Die laat een ladder naar beneden. En zegt, Bob, klim dan nou op. Want het water gaat naar boven. En het wordt niet goed hier. En Bob zegt, nee, dank je. Ik ben erg blij dat je gekomen bent. Maar God zorgt voor mij. Nou, het water gaat naar boven. En Bob verdrinkt. En Bob gaat meteen naar de hemel. Want hij is een hele goede jongen geweest. Dus hij gaat echt naar de hemel. En die komt, de eerste die hij tegenkomt is God. En hij zegt, nou, ik begrijp het niet. Ik heb mijn hele leven alles gedaan wat je gevraagd hebt. En ik vertrouwde in je. En wat heb je gedaan? Je hebt me laten verzuipen. En God zegt, nou laat me horen. Ik heb je een radioboodschap gestuurd. Ik heb je een vrachtauto gestuurd. Ik heb je een boot gestuurd. En zo werkt het voor ons allemaal. Zo werkt het voor ons allemaal. De hele dag wordt het aangeboden. De hele dag zeg ik, nee dank je. God gaat voor me zorgen. Omdat ik zelf besloten heb hoe dat eruit zal moeten zien. Dus in Bob's geval had het eruit moeten zien dat hij, ik weet niet eens wat hij dacht, dat hij zou blijven drijven of zo. Ik weet niet wat hij verzonnen had. Maar hij had een raar idee dat op de een of andere manier het water zou hem niet laten verzuipen omdat hij zo religieus was geweest. Maar zo denken we allemaal. Iedere dag, de hele dag, als ik me bewust ben, als ik wakker ben. Iedere dag wordt me iets aangeboden, de hele dag door. En dat vind ik het heerlijke van het leven dat ik nu gekozen heb. En bewust gekozen heb. Is dat ik dat wil blijven zien. Ik wil continu blijven zien wat wordt me nu aangeboden. Wat wordt me nu aangeboden. Hoeveel mensen hier hebben in Frankrijk ervaring gehad met mensen in restaurants, waiters, of, hoe neem je dat, kellners of dames, die niet zo aardig zijn? Dat gebeurt wel eens nu dan in Frankrijk. Daar heb ik zo'n lol mee. Ik geniet er gewoon, want zodra ik zo'n... We hadden er één, we waren in een restaurant en die dame die gooide het menu op de tafel en liep weg. En wij bleven gewoon heel lief tegen haar zijn. En we bleven glimlachen. En binnen de minuut was ze ook aan het glimlachen. Dus wat werd er aangeboden? Wat werd er aangeboden is voor mijn ego te zeggen van... Daar gaat weer zo'n arrogante Frans... Nou, arrogant moet je horen wie dat zegt. Daar gaat weer zo'n arrogante vogel. En ik zal hem laten zien. Ik ben beter dan hij. Of dit is een mogelijkheid of een moment of een opportuniteit om lief te zijn. En dat kan de hele dag gebeuren. Zolang ik er maar open voor sta. Zodra ik besluit wat liefde is en hoe het eruit moet zien, dan is dat weg. Dan ben ik het al kwijt. Volgende vraag. Ja. Jokke hier. Oh, daar. Ik vroeg me af hoe... Ik snap dat een verhaal van dat ego leidt je uiteindelijk weer terug, zeg maar, naar God, naar liefde. Maar ik vind dat het ego is ook vrij onverzadigbaar. Dus we blijven steeds doorgaan met ego. Dus dat is een beetje een vraag voor mij. Wie is dan onverzadigbaar? Het ego. Wie is dat? Ja, dat is interessant. Omdat
Ja. Maar dat is ik. Daarom blijft het me laten zien hoe onverzadigbaar ik denk dat ik moet zijn. Dus dat daarom werken, daarom vind ik het zo duidelijk te samenwerken. Dus zodra, en als je dit werk doet, en iedereen weet dat hier, want iedereen heeft het werk al gedaan, maar als je het werk doet, zijn er inderdaad minder dingen. Ik ben meer verzadigbaar, als dat een woord is. Is dat een woord in het Hollands? Ja. Dus ik heb meer situaties waar ik nu alleen maar diepe vrede of diepe liefde voel, waar ik 15 jaar geleden pisnijdig over zou kunnen zijn. Ja, dus ik ben niet volkomen onverzadigbaar, maar het ego blijft me wel zien hoe ver ik al ben of niet ben. Ja, en ik vind het interessant om te kijken of je niet zonder het ego, zeg maar, ook in dat verzadigbare stuk kunt komen. Dus je kunt momenten hebben dat je je vredig voelt. Misschien moet je daar wat meer aandacht aan besteden en wat minder aandacht aan al wat het ego niet oké vindt. Maar wie is die ik die aandacht besteedt? Dat ben ik. Ja, als ego, ja. Nee, maar het mooie is, als ik echt op vrede ben, besteed ik er geen aandacht aan. Nee. Want zodra ik aandacht besteed, ben ik niet op vrede. Ja. Want dan heb ik het weer, hoe noem je dat? Dan heb ik made a terminal. Dan er is a time period. Now I'm happy. Ja. Briefly. We hadden één vrouw, ook een jaar 7, 8 jaar geleden, die waanzinnig gedeprimeerd was. En op een gegeven moment kwam ze naar de cirkel en ze zei, ik voel me volkomen tevreden en gelukkig, maar vanavond komt het weer terug. Ja, dan zal het vanavond ook weer terugkomen. Ze was dus nog niet klaar, ik ben ook nog niet klaar. Maar ik zou nooit zeggen dat het ego onverzadigd bent. Dit is gewoon zolang ik nog denk, zolang ik de lijst nog heb, zolang ik nog die toegewezen vriend heb, moet ik, en dat is een moet voor mij, niet voor iemand anders, alleen voor moet ik blijven vragen, waar is dat voor? Wat gaat me dat brengen? En dan word ik steeds meer tevreden. Heb ik steeds minder dingen die ik nodig heb. En minder dingen buiten mij die me iets zouden kunnen brengen. Dat is lessen 70 en 71 lezen samen over en over en over. Want daar gaat het over. Niets buiten mij zal me ooit iets kunnen brengen wat ik wil hebben. En niets buiten mij zal me ooit kunnen pijn doen. En dat is dus step 2 van ons proces. En dat zegt dus ook, er is niets buiten mij. Alles is binnen mij. Alles is in my mind. Nou, in my mind heb ik een hoop dingen die ik wil hebben. Dat is die onverzadigbaar waar je het over hebt. En mijn taak is om daar eerlijk over te zijn. En er liefdevol naar te kijken. En dan te vragen, waar zou dat voor zijn? Waar zou dat voor zijn? Waar zou dat voor zijn? Heb ik dat nodig? En dan als ik dat eerlijk doe en consequent doe en vol liefde doe, dan heb ik steeds minder nodig. Begrijp je dat? Ja. Was dat je vraag? Ja. Ja. Er was hier een hand, Jokum. Anne Jokum, sorry. Je zei net iets over Auschwitz. Om daar de God in te zien, kan je mij leren of vertellen hoe ik dat zou kunnen zien? Nee. Oké. Okay. Nee, ik kan een heel mooi verhaal vertellen, wat ik al eerder, een paar jaar geleden ook met jullie gedeeld heb, en dat is het verhaal van mijn vader. Mijn vader was in mannenkampen, in Japanse kampen. En mijn moeder en broer en ik waren in vrouw- en kinderkampen. En mijn vader, de dag voor de bevrijding, de dag voor dat Japan capituleerde, was hij aan het sterven. Hij weegde toen, nou ik weeg 200 pond, ik weet niet of het in het Hollands is, 100 kilo. Hij weegde 40, 45, 48 kilo, weet ik, niks meer. Er was niks over van die man. Hij werd in een barak gegooid op andere lijken, op een grote stapel. En toen, vlak nadat hij op die stapel met lichamen gegooid werd, werd er iemand bovenop hem gegooid die diarree over zijn hele gezicht had meteen. En mijn vader zei, op dat moment wist hij wie God was. Op dat moment voelde hij niets dan liefde. Daar gaat het om. En dat is jouw taak en mijn taak.
om gewoon door te blijven gaan totdat ik weet dat het waar is. Ik heb het gehoord, ik heb het ook van anderen gehoord. Wat gebeurt er nu? Wat voel je? Je wil niet doorpraten? Ik weet het niet. Ja. Ik heb het gevoel dat het liefde is wat je voelt. Maar het is zo'n belangrijk verhaal, omdat mensen vaak zeggen van... Nou, het is makkelijk voor jullie, je woont in een welvarend land, je hebt allemaal een huis, je hebt allemaal alles wat je nodig hebt. Het is heel makkelijk, maar als je zeg maar in Afrika woont of je woont in Syrië, dan zou het niet zo makkelijk zijn. Maar daarom is dit verhaal ten eerste zo persoonlijk en ten tweede zo belangrijk. Omdat het zegt, dat is niet waar. God is in alles. Dus als mijn vader iemand op zich kan laten gooien die meteen diarree heeft, of, is dat een Hollands woord? Diarrhea, over zijn hele gezicht, terwijl het zeg maar een graad of 36 is en ontzettend smerig en hij is doodziek. En op dat moment alleen liefde voelt, dan dat is wat liefde is. Dus zodra liefde een oorzaak heeft, of er is een reden voor liefde, is het geen liefde. Dus ik ben ervan overtuigd dat in mijn werk, voor mij gaat het heen langzaam naar ik hou van. Niet meer ik hou van jou. Ik hou van. En niet meer ik hou van jou omdat je mooi bent. Of omdat je een vrouw bent. Of omdat je lief tegen mij bent. Zodra er een reden is voor liefde, heeft het niks met liefde te maken. Dan gaat het weer om die appointed friend. Of de toegewezen vriend. Dan gaat het over iets wat ik prefereer. En ego-preferentie heeft nooit iets met liefde te maken. Dus als er een reden is... En je kan zeggen, in Auschwitz was geen reden. Nee, precies. En als er geen reden is, dan is de kans dat God naar boven komt veel groter. Voor mijn gevoel. Ik denk dat ik net iets van je vader overgave voelde. Mm-hmm. Absoluut. Dat is denk ik wat ik voelde nu ik... Ja, precies. Absolute overgave. Daar gaat het werk over. De hele cursus gaat over absolute overgave. We praten vaak over de vergevenis die de cursus ook heel sterk leert. Maar voor mijn gevoel is overgave belangrijker nog. Dus het continu overgeven, ik weet het niet. Dus je kan zeggen, mijn vader zei, ik weet het niet. Hij zei niks, maar hij had wel een enorme ervaring van God. En een prachtige... Het mooie van mijn vader is, wat deed hij ermee? Hij heeft het meteen vergeten. Alleen het verhaal heeft hij herinnerd, maar niet de ervaring. En dat wil ik. En dat wil ik voor ons allemaal. Dat wij niet alleen het verhaal horen, maar ook die ervaring gaan ervaren. Meer en meer en meer. Waar iemand iets tegen me doet wat schijnt onaardig, schijnt gemeen, schijnt wat dan ook. En ik blijf in liefde. Dat is mijn pad. Ben ik er goed in? Nee, ik ben er helemaal niet goed in. Dan blijf ik het blijven leren. Ik heb al zo vaak gezegd, zolang je me hoort praten, weet ik niet waar ik het over heb. Maar ik moet blijven praten tot ik wel weet waar ik het over heb. Begrijp je dat? Does that make sense? Cool, thank you. Volgende vraag. Dank je. Je zei iets over het lichaam. En gezondheid. En dat is de gezondheid dan een symbool van innerlijke vrede? Of hoe heb ik dat? Ja, precies. Gezondheid is innerlijke vrede. Het heeft niks met het lichaam te maken. En dat is een van de grote grondstellingen van de tunnel healing van Jerry Jampolsky. Die dat zo sterk onderwijst in zijn werk, in hun werk. En het komt direct uit de cursus. De cursus zegt, gezondheid is innerlijke vrede. Illness is external seeking. Een illness, een ziekte, is zoeken buiten je. En zoeken buiten je is je lichaam ook. Begrijp je dat? Dus health is inner peace. Het heeft niks met je lichaam te maken. Dus je kan 3-4 terminale kankers hebben en volkomen gezond zijn. En je gaat wel volgende week dood. Maar dat heeft niks met jou te maken. Het is heel, heel bijzonder dat de drie grote leraren uit India, dat is Punja, Nisargadatta en Vamana Maharshi, zijn alle drie gestorven aan kanker.
En alle drie zei, het lichaam heeft kanker. Niks met hun te maken. Het lichaam heeft kanker. Ik heb een oud lichaam, het doet pijn. Maar het heeft niks met mij te maken. Dan kan je zeggen, mijn lichaam doet nu veel minder pijn dan 20 jaar geleden. Maar het is een stuk ouder, een stuk slechtere vorm. En alles gaat verkeerd met mijn lichaam, maar ik heb veel minder pijn. Begrijp je dat? Nog niet. Nog niet? Dan heb je nog een verdere vraag. Ja. Ja. Nee, dank je wel. Oké. Hi, ik snap het ook niet helemaal, dat was het enige. Van, of u het iets meer uit kunt leggen, hoe dat dan werkt, dat je wel gezond bent, maar dat het niet je lichaam... Ik snap het helemaal niet. Alle problemen, om het eenvoudig te stellen, alle problemen komen van lichaamidentificatie. Alle problemen. Als jij iets kan bedenken, één probleem kan verzinnen, wat niet van lichaamidentificatie komt, wil ik het horen. Alles komt van het idee dat ik een lichaam ben. En waarom zegt de cursus, ik weet niet hoeveel keer, er zijn waarschijnlijk hier geleerden die het me kunnen vertellen, maar zeg maar 342 keer, I am not a body, I am free, I am as God created me, I am not a body. Ik ben niet het lichaam. Ik ben niet het lichaam. Ik heb een lichaam, ik heb ook een auto, ik heb ook een fiets. Ik heb ook een lichaam. Maar als jij een deuk hebt, een auto, maar doet dat mij pijn? Kan het me iets schelen? Als ik mijn ego ben, wel. Dan word ik erg boos op jou. Want ik identificeer met de auto. Maar ik ben die auto niet. Ga ik voor die auto zorgen? Uiteraard. Ik ga geen suiker in de tank gooien. Ik hou de banden goed op. Ik hou die auto netjes onder. Ik onderhoud hem. Ik geef een goede olie. Maar ik ben de auto niet. Ik ben mijn lichaam niet. Vorig jaar heb je toch gedeeld met jullie het heel mooi momentje dat ik had in Vancouver. Ik sprong in een taxi en ik vroeg de taxidriver die vanuit de Punjab komt, hoe is je dag? En hij zei, oh, not so good. En ik zei, waarom niet? Hij zei, oh, ik heb niet geslapen en ik heb een erge hoofdpijn en ik voel me beroerd. En ik zei, wil je die hoofdpijn houden? En hij draaide ze om en hij zei, nee, natuurlijk niet. Denk je dat ik gek ben? Hij zei, oké, ben je bereid om een vraag te stellen? En hij zei, ja. Ze vraag je dan, wie is die ik die hoofdpijn heeft? En hij draaide ze om en zei, hoe deed je dat? Hij is weg. Maar waarom kon hij dat doen? Want hij komt uit een cultuur waar het begrepen is dat je je lichaam niet bent. Maar wij begrijpen dat niet. In de westerse cultuur zeggen wij, de geest is in het lichaam. De geest is het tempel van het lichaam. Dat maakt het nog mooier, nog meer belangrijk, nog meer waanzinnig. Het is die andere manier om. Het lichaam is in de geest. Als mijn geest gezonder is en mijn geest is tevreden, wat het lichaam doet, weet ik niet. Dit lichaam wordt ouder en ouder, dat weet ik wel. Hoe lang gaat het nog mee? Ik heb geen idee. Misschien ben ik hier volgend jaar niet. Misschien word ik niet eens uitgenodigd. Waar is Anne Joke? Dat weet ik nog niet. Maar dat weet niemand. Maar zolang ik continu en diligently, ik weet niet hoe dat heet, consequent werkt aan mezelf herinneren dat mijn lichaam is in mijn gedachtes. Het lichaam is een gedachte, is een gedachte van afscheiding. En dan kijken naar alle pijnen en alle dingen die verkeerd gaan met het lichaam, die komen uit die gedachte. Dat betekent niet dat ik het lichaam kan genezen door dit werk te doen. Want zodra ik dat denk, ben ik vergeten dat ik het lichaam zelf verzonnen heb. Dus waarom zou ik dat kunnen doen? Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er wel om dat ik volkomen tevreden kan zijn met een lichaam dat aftakelt. Ik kan nu veel minder dan ik dit 40 jaar geleden kan, dat kan je vertellen. Een stuk minder. Begrijp je dat? Is dat... Ja. En doe rustig, doe lief tegen jezelf. Dus als ik vergeet dat ik het lichaam zelf verzonnen heb,
En ik geloof weer in mijn lichamelijke pijn. En door gewoon lief zijn. Zo, oh ja, ik geloof het weer. Oh honey, there you go again. You believe it again. It's not true. You're not a body. Waar komt de pijn vandaan? De pijn komt van mijn interpretatie van het lichaam. Mijn interpretatie van wat ik voel. Dit zou ik niet moeten voelen. Dat is niet waar. Ik moet het wel voelen, want ik voel het. Dus zodra ik zeg, dit zou ik niet moeten voelen, heb ik het al verkeerd. Natuurlijk moet ik het voelen. Er is een doel voor deze pijn. Dus dan de vraag die de cursus zo vaak herhaalt en zo belangrijk is, waar is dit voor? Waar dient dit toe? En dat is een liefdevolle vraag, omdat het alleen maar naar een liefdevol antwoord kan. Het kan nergens anders heen. Waar is dit voor? Mijn lichaam doet pijn. Ik vraag me af waar dat voor is. Het kan alleen maar zijn om me te herinneren dat ik het lichaam niet ben. Cool? Okay. Next question. Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil graag iets delen. Is dat goed? Uiteraard. Oké. Toen je vertelde over je vader, en al direct voel ik weer een emotie, wat lijkt op verdriet, maar dat is het niet. Nee. Ik herken iets van het licht. En ik ben heel kritisch naar mezelf en natuurlijk heel kritisch naar anderen. En dat is volstrekt voor mij duidelijk dat dat projectie is. Mm-hmm. Ik ben er vaak niet gewaar van dat ik projecteer. Maar dat golfverhaal, ik golf zelf niet. En ik wens iedereen een hele gelukkige tijd op een golfbaan. Maar ik herken direct zo van, ja, ik heb ook wel eens het idee van, ik zit nu tussen mensen waar ik helemaal niks mee heb. Mm-hmm. En daar kan ik mezelf behoorlijk mee pesten. En wat mij te binnen schoot bij jouw vader was opeens van, waar ik ontzettend veel plezier in heb, is het tegenovergestelde van mezelf vertellen dat ik projecteer, is dat ik herken. Het feit dat ik iets in een ander zie, is een projectie van mij. En dus al die narigheid die ik in een ander zie, dat zit dus in mij. Maar het moment dat ik iets herken, dat ik maar even een sprankje herken van in je gezicht gescheten worden terwijl je sterft. En dat daar licht achter schijnt, die herkenning, dat is voor mij zo'n bevestiging van, ga het alsjeblieft door, want het zit in je. Het is er echt. Ik kan me suf lezen in dat dikke boek. En het ziet er al niet meer uit. Maar ik weet gewoon, ik moet doorgaan. Ja. En die herkenning, dat is voor mij zo'n, het troost is niet eens het goede woord. Nee, maar, fantastisch. Ja. De cursus zegt het ook. Ten eerste, ik heb een vriend die dat zou doen op dit moment. Dus. Schitterend, dank je. Ja. De cursus zegt dat verlichting is geen verandering, het is een herkenning. En dat had je dus. Je had het moment van herkenning. En dat heb je allemaal de hele dag. Zolang ik er open voor sta. Zolang ik wakker ben om die herkenning te ervaren. Je prachtig zoals je dat voelt. Ik kan het voelen met je. Want ik voel het zelf ook altijd met verhaal. En met zoveel andere verhalen waar opeens ik herken wie ik ben en wie jij bent. En als je er echt van af wil, van die herkenning en dat gevoel erbij, probeer het vast te houden. Ja, dan ben je het meteen fout. Dan ben je terug naar attachment. Wat is attachment in het Hollands? Gehechting. Echt, alle pijn komt van hechtingen. Daar kom je niet onderuit. Els, had jij wat? Waarom niet? Nee, Els wil niks vragen. Anne-Jokke? Oh, Diane? Oké. Ik heb een vraag over, je had het over slapen met Hitler en slapen met Wilders. En ik had afgelopen vrijdag een gesprek met iemand over hoe kijk je nou naar Jezus. En ja, ik geloof. En toen kwam het ook op Isis. En ja, ik merk dat ik dan gewoon niet meer weet. Dat ik, als alles liefde is, hoe verklaar ik dat dan? Hoe leg ik dat dan aan iemand uit? Aan wie wil je het uitleggen? Ja.
Ja, ook aan mezelf natuurlijk. Maar... Dat is geen ook. Dat is geen ook. In essentie zodra zie ik de behoefte heb om aan jou uit te leggen, is het alleen omdat ik het zelf moet horen. Dus ik leg nooit iets aan jou uit. Ik heb het alleen maar tegen mezelf de hele dag. Nou, als dat bij jou iets betekent, leuk. Nou, de cursus maakt het zo makkelijk. Het is zo'n eenvoudige lering. Het zegt gewoon, alles is of een extension, wat is een extension? Een uitbrengen van liefde, of het is een vraag voor liefde. Nou, wat is Isis? Een vraag om liefde. Fantastisch, wat doen we ermee? Liefde geven. Liefde geven. Liefde geven. Ja, maar ze maken onze kinderen dood. Liefde geven. Er is een heel leuke paar regels. Er was iemand die, een antropoloog, die kwam aan bij een stam. En die stam die had een shaman. En die shaman had een heel goed track record, resultaten met genezen. En dus die antropoloog die vroeg aan de shaman, hoe doe je dat? En de shaman zegt, ik geef liefde. En toen zei die antropoloog, maar als het niet werkt, wat doe je dan? Dan geef ik meer liefde. Maar dat moeten we gaan doen. Want als we dat niet doen, dan gaat het maar door. En waarom doe ik het niet? Omdat ik mezelf geen liefde wil geven. Ik verdien het niet. En als ik het niet verdien, verdien jij het ook niet. En dan word jij Isis, of je wordt dan wat dan ook. Het doet er niet meer toe. Maar ik wil jou niet zien. Want als ik jou zie, dan zie ik mezelf. En als ik mezelf zie, dan zijn wij diep in liefde. Ja, je hebt nog wat. Ja, het komt op niks is buiten mij dus. Huh? Niks is buiten mij, hè? Niks is buiten mij. Het is allemaal... Isis is, ik ben Isis. Ik ben Hitler. Ik ben ook Mother Teresa. Ik ben ook Gandhi. Ik ben ook Jezus. Dank je. Er was hier iemand, geloof ik. Ja. Ja, ik weet niet of ik je net helemaal in het begin goed gehoord heb. Dat je zei, waar liefde is, is geen gevoel. Waar liefde is, is geen man? Is geen gevoel. Ja. Wat is liefde dan? Hoe zou je het beantwoorden? Ja. Zijn. Ja, precies. Dat is het. Hoofdletter zet. Liefde is zijn. Ja, oké. Ja, dank je. Mooi. Hoe laat is het? Zijn we zo'n beetje klaar? Geen vragen meer? Nog een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ik denk altijd dat het ego iets van mij is. Maar ik hoor ook dat het ego van allemaal. En hoe zit dat nou precies, dat verschil? Ja, dat vind ik een interessante vraag. Want dat heb ik net ook besproken met mijn partner. Die zei dat het ego, precies zoals er een universeel eenheid is, is er ook een universeel ego. En daar heb ik moeite mee. Want volgens mij, voor mij nu, zondagmiddag 4 september in Amersfoort, is het ego het tegenovergestelde van universeel. Het is apart. Het ego is alleen voor mij. Het is niet voor jou en mij. Dat betekent niet dat we niet allebei dezelfde overtuigingen zouden kunnen hebben. Maar ik zal bijvoorbeeld nooit, je zal me nooit horen zeggen dat ik begrijp hoe je voelt. Of ik voel wat je voelt. Dat zal je me nooit horen zeggen. En als iemand dat tegen mij zegt, dan ren ik de deur uit. Maar als het ego in feite het hulpje is van de Heilige Geest. Ja. En de Heilige Geest is ook voor iedereen. Ja. Dan zou je haast kunnen denken van, nou, dan is het ego dus ook voor iedereen. Ja, op een bepaalde manier misschien wel. Maar mijn ervaring, het ziet voor mij, een van de definities van het ego is dat het mij een eigen ervaring geeft.
Dus ik zit hier met een andere ervaring dan Anne-Joke heeft. Anne-Joke's ego heeft haar ervaring gekozen, ik heb mijn ervaring gekozen. Misschien zouden we, als we het op zouden schrijven, een lang verhaal schrijven hoe we nu voelen, zou misschien hetzelfde zijn. Maar de kansen zijn dat het niet zo is. Dus zodra ik een andere ervaring heb dan jij, dan zit ik in mijn ego, zit ik in mijn identiteit die ik zelf verzonnen heb. Zodra ik een ervaring heb die jij en ik volkomen delen, dan zitten we met God. Dat is de enige ervaring die echt gedeeld kan zijn. De enige ervaring die bij definitie gedeeld is. Maar het ego als een delende, dat zie ik niet, maar andere mensen wel. Ja, er is iemand achter je. Heeft het ego, waar we dan van zeggen dat het niet universeel is en dat we ieder ons eigen beleving daarin hebben, maar we hebben wel hetzelfde doel met het ego, dat is afgescheiden blijven van God. Ja, dus dat is het doel wat ik nu niet meer heb. Nee, maar als we nog over het ego hebben wat we aan het zoeken en ontdekken zijn wat het is, dan is voor mij zoiets, we hebben allemaal eenzelfde doel. Het ego probeert ons pas op de plaats te houden. Maar daarvoorbij is ons doel om het ego vaarwel te zeggen en het doel naar, zeg maar, onze goddelijke bron terug. Ja, dus dat is wat we gemeen hebben met het ego. Het wil ons afscheiden, of zo denken we dat, dat weet ik allemaal niet precies. Maar het doel is toch wel dat we allemaal hetzelfde hebben. Ja, en zoals je het nu stelde, zo zou ik het ook vorig jaar gesteld hebben, maar niet meer. Dus ik zie het ego niet meer als een doel hebben om afgescheiden te houden. Ik zie het ego nu dat het doel heeft voor het ego om mij te laten zien dat ik dat nog geloof. Ja, dus hebben we allemaal een gemeenschappelijk doel daarin. Absoluut. Er is maar één doel. Ja. En dat is de vrede van God. Ja. Ja. Het andere doel bestaat niet, want het is niet mogelijk om afgescheiden te kunnen zijn van God. Nee, maar dat is zo'n leuke ontmaskering. En dan zitten we allemaal op dezelfde lijn. Ja, en lachen. Ja. Wel lachen. Vooral. Blijven lachen. Hallo. Allereerst wil ik zeggen dat ik dit heel eng vind om te delen. Ik heb een paar keer gezeten waar jij zit om te zingen en te spreken. En dat vind ik veel makkelijker dan om hier te zitten. En dus ben je er even aan werken? Ja. Oké, zo stap 1, ik vind het niet makkelijk. Stap 2, waar gaat het over? Het gaat over mij. Ik voel me heel kwetsbaar. Ik voel me heel kwetsbaar. Is dat een bekend gevoel? Is dat een bekend gevoel? Ja, het is een heel bekend gevoel. Het is een oud gevoel. Nou, ben je bereid om het even terug te lopen, datzelfde gevoel, naar een oude herinnering van deze kwetsbaarheid? Waar komt het dan vandaan? Dus blijven voelen, niet met je gedachten, maar je gevoelens laten, die brengen je terug naar een herinnering. En die herinnering, in die herinnering ben je net zo kwetsbaar als nu. Wat gebeurt er? Hoe oud ben je? Ja, klein. Je bent een klein meisje, en wat gebeurt er? Ik weet niet, ik zie vooral mijn oudere broers en zussen die een hele moeilijke jeugd hebben gehad. En dat ik gewoon heel erg, ik moet altijd sterk zijn. En, ja. En het wel allemaal weten. En niet in een positie zitten van hier dat ik een vraag heb. En het niet durf te stellen, zeg maar. Mm-hmm. Dus wat heb je toen over jezelf besloten? Toen je keek naar je broertjes en zusjes en die hadden allemaal een hele moeilijke jeugd. Ja, dat ik niet kwetsbaar mag zijn. Ik mag niet kwetsbaar zijn. En toch voel je kwetsbaar. Dus je voelt je schuldig omdat je kwetsbaar bent. Kun je daar vergiffenis voor? Vergeef me voor de overtuiging dat ik schuldig ben. Ga je gang. Vergeef me voor de overtuiging dat ik schuldig ben. Ik vergeef me voor de overtuiging dat ik schuldig ben. Dat is onmogelijk. Dat is absoluut onmogelijk. Je bent niet schuldig. En waar jouw broers en zusjes doorheen gingen en doorheen moesten, was voor hen. Het is niet jouw schuld. Jij bent onschuldig. Laat het gaan. En nou doe ik het terug aan jou en dan geef jij dezelfde vergeving voor mij. Vergeef mij voor de overtuiging dat ik schuldig ben. Ik vergeef jou voor de overtuiging dat je schuldig bent. Het is namelijk onmogelijk.
Het is namelijk onmogelijk. Hoe voel je nu? Ja, nu durf ik wel mijn vraag te stellen. Oké. Okay. Maar dat, ik vind het zo mooi dat je dat deed, want het is zo belangrijk voor mij dat ik niet zoiets voel zoals jij voelt en dan gewoon doorheen blijf praten. Maar gewoon zeg, nee, wacht even, ik moet even een klein proces doen. Het neemt 2 seconden, dan doen we het. En oké, nu je vraag. Wat is je vraag? Mijn tante die is 2 maanden geleden overleden. Mm-hmm. En, sorry. Dat is voor mij echt een moeder. Mm-hmm. En ze heeft zelf euthanasie gepleegd. Na 9 zelfmoordpogingen zijn we eigenlijk achter haar gaan staan. En ben ik bij haar geweest op het moment dat ze doodging. Mm-hmm. En heeft ze echt zelf ervoor gekozen om te sterven. Mm-hmm. En dat vond ik ook wel heel mooi om als laatste bericht eigenlijk aan haar te geven. Van nou, je bent nog steeds liefde. Je bent nog steeds... Ik hou nog steeds onvoorwaardelijk van je. Ook al kies je nu om mm-hmm. nou ja, je lichaam te doden. Maar ik merk nu dat ik een beetje in de war ben met de cursus. En dat ik heel erg het stukje tegenkom dat ik toch vast wil houden aan de identiteit. Dat ik heel erg lang echt dacht van, oh ja, nee, ik ben een kind van God. Ik ben niet dit lichaam. En daar voelde ik ook helemaal oké mee. En dat ik echt naar mezelf kon kijken in de spiegel en weten van, nou ja, ik ben hartstikke dankbaar voor dit lichaam en het dient als voertuig, maar ik ben er totaal niet attached to of iets in die trant. Maar nu kom ik zo dat stukje tegen dat ik er wel aan attached ben, omdat ik gewoon voel, het lijkt voor mij bijna dat als het niet echt zou zijn, dat zij dan nooit heeft bestaan of zo. Mm-hmm. En voor mij is zij toch heel erg die identiteit van hoe ze praten en hoe ze lacht. En dat is allemaal toch het lichaam. En dan denk ik, ja, als het lichaam niet echt is, wat was zij dan? Mm-hmm. En daar heb ik dan heel veel, heb ik gewoon heel veel moeite mee. En nummer 1, lief zijn tegen jezelf. Nummer 2, dit neemt zolang als het neemt. Dus het heeft geen enkele zin om een spiritueel antwoord te geven van ze was geen lichaam. Want dat is niet jouw ervaring right now. That's the level of confusion we were talking about earlier. It's for you, voor jou nu, is het de ervaring dat zij een lichaam was. Voor jou nu is het jouw ervaring dat jij een lichaam bent. Daar begin je mee te werken. Maar vol liefde, zonder oordeel. Dus niet zeggen van, ik zeg al, ja, ik ben geen lichaam en hier ben ik, nu geloof ik weer dat ik wel een lichaam ben. Ik heb iets verkeerd gedaan. Je hebt niks verkeerd gedaan. Er is ook niks verkeerd gegaan. Maar het is echt een kwestie van liefdevol daarnaar kijken. Do we have any workbooks? Any spare workbooks? In ons workbook, er is een heel mooi alinea van Krishnamurti. En die spreekt over wat er gebeurt als iemand sterft. En als je straks misschien... Heb je er een? Ja, ik zal het je even voorlezen. Maar waar die zo prachtig over praat dan, is dat als iemand sterft, dan ga je door een hele hoop verschillende stappen. En het uiteindelijke doel van die stappen is het einde van al het verdriet. Maar totdat ik al het verdriet beëindigd heb of ben, moet ik eerlijk zijn. En jij bent op het ogenblik fantastisch eerlijk. Je zegt gewoon, daar ben ik nog niet. En dat is volkomen oké. Okay. 63. Het is in het Engels. Je kent de tekst. Zal ik het voorlezen? Het is, ja? What happens when you lose someone by death? The immediate reaction is a sense of paralysis. And when you come out of that, a state of shock. There's what we call sorrow. And daar zit je nu in. Now, what does that word sorrow mean? The companionship, the happy words, the walks, the many pleasant things you did and hope to do together,
All this is taken away in a second, and you are left empty, naked, and lonely. That is what you're objecting to. That is what the mind rebels against, being suddenly left to itself. Utterly lonely, empty, without any support. Now what matters is to live with that emptiness, just to live with it without any reaction, without rationalizing it, without running away from it to mediums, to the theory of reincarnation and all that stupid nonsense, to live with it with your whole being. And if you go into it step by step, you will find that there is an ending of sorrow, a real ending, not just a verbal ending, not the superficial ending that comes through escape, through identification with a concept or commitment to an idea. And then you'll find there's nothing to protect, because the mind is completely empty and is no longer reacting in the sense of trying to fill that emptiness. And when all sorrow has thus come to an end, you will have started on another journey, a journey that has no ending and no beginning. There's an immensity that is beyond all measure, but you cannot possibly enter into that world without the total ending of sorrow. Ik geef je dat boekje straks, ik ga het even lezen. Be gentle with yourself. Just go through it. And if it takes a year, it takes a year. If it takes 10 years, it takes 10 years. If it takes 2 days, it takes 2 days. But right now, what I'm sensing, and I so often sense wrongly that I'm often reluctant to even say, but I'm sensing that you feel guilty that you as a spiritual being are feeling this sorrow. You're not guilty. You're feeling sorrow. There's a beautiful story about a Rinpoche who... Heel mooi, van het is jouw schuld. Iedereen ander kan het verstaan. Heel mooi verhaal van een Rinpoche. Die had een favoriete student. Een prachtige, zeer verlichte jongeman. En die jongeman die sterft. And they're in the ashram, and the Rinpoche is crying. And his students come up to him and said, Rinpoche, ik begrijp... Waar heb je me verloren? De Rinpoche huilt. En zijn studenten die komen naar hem toe en die zeggen, Rinpoche, ik begrijp het niet. Je hebt ons je hele leven verteld, we zijn geen lichaam. En nou is hij gestorven en nou huil jij. Waarom huil jij? En is dat ik huil omdat ik verdrietig ben. Lief zijn tegen jezelf, je bent verdrietig. En dan langzaam ernaar kijken, wat is dat verdriet eigenlijk? En dan weet je, omdat je een cursus student bent, dan weet je dat verdriet schuld is. Verdriet is altijd schuld. En dan gewoon liefdevol kijken, wat is die schuld? Die schuld kan alleen maar zijn dat ik nu denk dat ik een zelf ben die ik niet zou kunnen zijn. Die schuld komt alleen maar omdat ik nu denk dat mijn tante een zelf was die ze niet had kunnen zijn. Dus ik ga tegen het wat God me altijd gezegd heeft. Daar komt dat verdriet vandaan. Maar doe het rustig, doe het liefdevol, neem je tijd. Niemand zou ooit tegen jou kunnen zeggen, je tante was geen lichaam. En als ze dat zeggen, dan is dat een wrede uitdrukking. Zelfs al is het waar. Maar dat is niet jouw ervaring op het ogenblik. Jouw ervaring is, ik mis haar. Ik mis haar lachen. Ik mis de grapjes die we elkaar konden vertellen. Ik mis die dingen. En dan liefdevol zijn. En er rustig mee werken. Oké? Te doen? Ben je de moeite waard? Daar gaat het om. En hoe meer je dat doet, hoe meer je van je tante zal houden. Zelfs al is het niet meer. Want hoe meer je dat doet, hoe meer ik van mezelf ga houden. En dit heel stukje van Krishnamurti gaat niet over dood, volgens mij. Het gaat over het opgeven van het ego. Ik mis mijn ego zo. We konden samen gaan drinken. We konden samen wilde dingen doen. Die heb ik niet meer. Ik mis het zo.
En hoe meer ik bereid ben om door dat missen heen te gaan en dieper in het missen door te dringen en te merken dat er uiteindelijk niks te missen is, hoe vrijer ik word en hoe vrijer je wordt en hoe vrijer we samen worden. En daar gaat het over. Cool. Dank je voor de vraag. Heel mooi. Dank je. Ja. Het is afgelopen. We gaan met de muziek mee. Oh, er is nog een vraag. Oh ja, ja. En de what our friend said is that if you would like a copy of the sixth, als jullie een kopie willen hebben van het zesstappenproces met de gevoelslijst, kan je die daar vinden. Phew. Dat was goed, ja. Ik heb een heel groot schuldgevoel. Jij ook. Ja. Ten opzichte van, ik heb een broer die is invalide. Hij heeft longemfyseem. En hij worstelt daar heel erg mee. En in dat ziek zijn van hem probeer ik, mijn zus, mijn partner en andere broers en zusters, hem te helpen. En op de een of andere manier raken we heel vaak daarin gefrustreerd. Omdat wij ervaren, ik neem me voor om dat met liefde te doen. En hij heeft een heel hoog eisenpakket. Bijvoorbeeld, je moet alles. Hij heeft een verzameling. Hij heeft een heel huis vol verzameld en dat huis moet leeg. En dan proberen we heel liefdevol om al die spullen op zijn manier in te pakken. Maar op een gegeven moment raken wij, laat ik zeggen, zo gefrustreerd dat ik, ja, dan eigenlijk op een gegeven moment woedend word en dat ik eigenlijk thuis dan helemaal gefrustreerd raak van, ik moet ook precies doen wat hij zegt. Ik word er gewoon helemaal gek van. En dan is weg al mijn gevoel en mijn voornemens om dat liefdevol te doen. Ja, is even aan de goden overgeleverd. Ja, omdat je het niet uit liefde doet. Nee, precies. Ja, ja. Het is heel eenvoudig. Je doet het hele ding uit schuld. Ja, klopt. Het is jouw schuld dat jouw broer ziek is. Het is jouw schuld. Dat heb jij gedaan. Daarom wil je al die dingen voor hem doen. Het gaat er altijd om, hoe voel ik me als ik naar mijn broer kijk? Hoe voel ik me als ik kijk naar hem die deze handicap heeft? Of wat hij dan ook, weet niet precies wat hij heeft. Maar kijk even, hoe voel je als je naar hem kijkt? Voel je liefde of voel je, ik moet er iets aan doen? Ja, ik voel me heel schuldig dat hij het zo benauwd heeft. Ja. Dus jij bent God, het is jouw schuld dat hij benauwd heeft. Had ik nog niet bedacht. Nee, maar dat merk je wel. Want anders zou je dat nooit kunnen doen. Dus je moet altijd kijken naar, wat voel ik? Ik kijk naar mijn broer die het zo benauwd heeft. Wat voel ik als ik dat doe? Als ik niet liefde voel, dan voel ik schuld. Ja. Dat zijn de enige twee keuzes die ik heb. Mm-hmm. Is het mijn schuld? Zou het mogelijk mijn schuld kunnen zijn? Nee, dat is onmogelijk. En het mooie is, als je dat werk doet nu, en je gaat straks naar huis om het even te doen, dan de volgende keer samen met hem ben en hij zegt weer dat je het verkeerd doet, dan blijf je in liefde. En dat is jouw taak en dat is mijn taak. En soms is het te moeilijk voor mij. Ja. Soms hou ik het ook niet vol. Dan zeg ik, ik ben gewoon niet ver genoeg om het nu te doen. Dan moet ik even naar buiten. Even wegstappen en dan weer terug. Wie is mijn broer? Ik ben mijn broer. Ben ik verantwoordelijk voor hoe hij zich voelt? Nee, dat is niet waar. Ben ik verantwoordelijk voor hoe ik me voel? Ja, absoluut. Dus als ik mijn broer echt wil helpen, dat is een hele mooie regel in de cursus. Dat zegt, als jij, when a brother behaves, quiet. When a brother behaves insanely, you can only heal him by perceiving the truth and the sanity in him. Hetzelfde met jouw broer. Dus jouw broer en jezelf, begin met jezelf natuurlijk. Jij voelt jezelf, jij gedraagt je waanzinnig en krankzinnig door je schuldig te voelen. Mm-hmm. Wat kan je eraan doen? Alleen maar naar de liefde binnenkijken. En zodra je dat gaat aan, dan ga je naar je broer kijken. En dan zie je alleen maar de liefde in hem. Of je adem kan halen of niet. Wie is hij? Wie is jouw broer?
dat lukt me nog heel vaak niet. Nee, want dat wil ik ook niet. Ik wil niet het antwoord. Het antwoord is mijn broers liefde. Ik wil het antwoord. Het is mijn schuld. Ik moet er iets aan doen. Dat is het antwoord wat mijn ego blijft geven, omdat ik het dan niet geloof. Dus het ego werkt samen met de Heilige Geest. Het blijft me zeggen, wie denk je dat jij bent nu? Jij bent het lichaam. En het gedeelte van wat ik zou kunnen voorstellen, wat jouw lijden zou kunnen zijn, hoe zou het voelen als ik zelf niet kon ademen? Ja, dat denk ik wel heel vaak. Kan ik me iets verschrikkelijker voorstellen dan dat? En daar leef ik van. Dat projecteer ik dan op de situatie. Dus er zijn een hoop vragen die je zelf vragen kan, maar vraag hem liefdevol. Nooit om jezelf verkeerd te maken. Nooit om jezelf te zeggen, je doet het verkeerd. Want dat doet hij al voor je. Dat hoef je zelf niet te doen. Dat wordt, andere mensen zorgen daarvoor. Die zullen je echt wel vertellen dat je het verkeerd doet. En dan jouw taak is om te luisteren daarna. En zeggen, nee, dat is niet waar. Dat kan niet waar zijn. Ik weet wie ik ben. Ik ben de liefde. Hij is de liefde. Hij is zijn lichaam niet. En dat is het werk. En ga je het vandaag vanmiddag leren? Misschien. Mm-hmm. Ga je het 2 jaar van nu leren? Misschien. Misschien ga je het nooit leren. Misschien ga ik het ooit leren. Maar ik weet, ik ben er wel volkomen gecommitted. Dat wil ik. Mm-hmm. Ik wil dus continu mezelf vragen. Wat ik nu voel kan alleen maar schuld zijn. Ben ik schuldig? Waar ben ik schuldig? Hebben jullie die film Good Will Hunting gezien? Good Will Hunting, dat is het moment in de film waar Robin Williams zijn gooit hem tegen de muur en hij schreeuwt, it wasn't your fault. Het is niet jouw schuld en het is ook niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld, het is niet mijn schuld. Dat was de boodschap van het crucifixion, het kruisigen. De boodschap van de kruisigen was, je bent niet schuldig. Remember, hij zei nog, vergeef ze, want ze denken dat ze me pijn doen, maar ze kunnen me geen pijn doen. En vergeef ze, want ze gaan zeker voor 2,000 of 3,000 jaar zich beroerd voelen. Denken dat ze dit tegen mij gedaan hebben, maar ze hebben niks tegen mij gedaan. Ik ben het lichaam niet. Maar dat willen we niet horen. We willen horen, het is allemaal onze schuld. Kijk wat we tegen iemand gedaan hebben. We hebben hem opgespijkerd. Daar zijn we aan verslaafd. Om echt te horen wat hij inderdaad zei, vergeef ze, voor ze weten niet wat ze doen. Dat betekende niet, ze zijn de Zoon van God aan het vermoorden. Dat betekende, ze kunnen de Zoon van God niet vermoorden. Het is nooit gebeurd. Dat is de boodschap. Jij hebt je broer niet vermoord. Het is niet jouw schuld. Kijk naar je broer met liefde. Laat de liefde binnen. Jij bent de liefde. Hij is de liefde. Hij is zijn lichaam niet. En dan teruggaan naar het, hoe zou ik me voelen als het niet zou kunnen ademen? Toen je jong was, misschien hield iemand je soms onder water in het zwembad. Een van de verschrikkelijkste gevoelens. En dat herleef je. Dat herleef je. Maar het is niet jouw schuld. Jouw taak en mijn taak is heel eenvoudig. Liefde. Hou van hem. Hou van jou. Hou van mij. En ik hou van jou. En dat is het verhaal. Het is een heel kort verhaal. Dankjewel. Dankjewel. Prachtig. Gaan we ophouden? Yeah.